Jawel, gelukkig nieuwjaar, Steve. Dankjewel. Normaal zitten we hier natuurlijk altijd, uh, eind van het jaar en uh, blikken we terug, maar dat kon nu even niet. Nee, nou, nee, beter laat dan nooit. Sowieso beter laat dan nooit, want jij was uh, um, occupied otherwise uh, toen we de interviews deden. Ja, ik was op vakantie um, precies nadat jij uh, weg was, dus um, we hadden het al even kort op. Uh, op Twitter over met wat, uh, wat mensen. omdat uh, Die ook opmerkten dat, uh, dat ik niet bij de, de interview zat. Maar toen jij terugkwam uit Bali... Ja, we, we hebben elkaar echt... Uh, uh, toen we hadden twee of drie dagen overlap daar. Maar toen zat jij op een andere eiland. Ja, island. daar. Dat was nog Precies. grappiger inderdaad. Uh, toen, ja. toen ik in uh, Indo was, uh, um, was jij er ook. In het eerst hadden we nog bijna het idee om... Uh, of In ieder geval was het voor mij ook het idee om te eindigen op Bali. Om nog even te chillen. En dan hadden we elkaar even kunnen meten in de zon. Maar dat is uh, uiteindelijk uh, um, ja, waren mijn plannen omgegooid. Dus toen konden we het interview niet doen. Er waren inderdaad heel veel fans die hadden zoiets van: Oh, wat gebeurt er? Terwijl we dat al heel duidelijk hadden gezegd ook naar mensen van Steven, die komt later. Um, hoe was dat? Uh, hoe was je VK? Ja, awesome. Ja, ja nee, hij was echt. Uh... Heb je lekkere dingen gegeten? Uh, alleen maar. Ja, nee, we hebben echt, echt. Uh... Ja, sowieso inderdaad, gewoon uh, heerlijk eten. Um, en ook uh, omdat uh, uh, mevrouw Half Indo is, dus die heeft familie daar, dus die hebben ons echt meegenomen naar de goede local spots. Ja. En we hebben echt gewoon absurd goed gegeten. Geen, geen gekke dingen, geen Bali Belly? Um, nee, één, één dag een beetje. En uh, was gewoon eigen fout, uh, uh, omdat we met onze handen hadden gegeten. En, uh, niet hadden, ja, wel hadden gewassen. Ja, niet hadden maar net niet, dus... net niet uh, lang genoeg de vorm. Ik had ook wel, ik had al wat gedronken, dus ik had er gewoon niet goed op gelet. Is nee. ook de enige keer. Uh, dat kwam niet eens <laughs> dus door het eten. Nee, precies, maar grappig dat je dan. Uh, door je door je oh, met, uh, ja, met je handen eten, dat je dan in, uh, ziek wordt. Uh. Hoe was de, was, de, was de hele fan mee? Uh, nee, alleen de kleinste. De andere ja, twee hadden school, dat was even de. Um... Uh, de reden om nu nog een keer in de winter te gaan. Sowieso natuurlijk uh, lockdown gehad, lange tijd, want we wilden hem al een paar jaar geleden doen. Ja. Uh, en dit was de laatste winter dat de kleinste nog niet leerplichtig was. Dus uh, ah. nu konden we hem nog net uh, buiten de schoolvakanties doen. Vanaf nu zitten we weer uh, uh, best wel wat jaren gewoon vast aan schoolvakanties. Ja, ver en Tenzij je een soort van, een, een soort van een smokkelding doet. Van, uh, ja, nee, ja. ja, maar dat, dat is misschien leuk als je een weekendje weggaat of een midweek. Maar uh, drie weken naar Bali, dat is wel... Moet je wel heel lang... Met social media, die is deze. Dan zien de juffen en de meesters ook dat je daar gewoon niet... Uh, <laughs> niet aan het, kan je dat niet thuis leren of iets? Dat je dat doet van uh, even drie weken homeschoolen. Ja, kan het dan wel, maar het, het, het is gewoon... Too much hassle. Ja, ja voor okay. mij hoeft het niet. Maar dus dan, dan zit je nu aan de schoolvakanties. Vind, vind je dat niet jammer? Um, ja, maar goed. Uh, genoeg leuks te doen. Maar ja. daarom wilden we nu nog eventjes... Uh, deze winter even de gebruik van maken. En het was heerlijk rustig daar. Er was gewoon... Ja. Uh, ja, weet je, sommige vakantiedagen uh, van Indonesische vakanties... was het op, op zondag wat drukker bijvoorbeeld. Maar op alle andere dagen was het gewoon... En sowieso zaten we op een super rustig stukje. We zijn weggebleven bij alle kutje het. Ja. En het was gewoon... Ja, aankomen op het strand en er uh, zaten een paar mensen. Super chill. Ja, nice. Dus je bent nu zen? Ik, ja, ik ben alweer uh, een paar weken terug. We hadden het er al over hoe nice het is om in de winter even een tropische eilandkick te hebben. Ja. Ook al haal je van de kou en, 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 en ben je heel erg uh, noord qua uh, uh, gene pool, ja. uh, terugkomen in, in, in deze shit is, uh, is, is best wel rough. <laughs> ja, precies. Ja. Toen ik dat vroeger niet had, maar het is inderdaad heel, uh, heel rough. Uh, was, je, was je eraan toe, aan vakantie? Ja, was het een druk jaar? Ja man, ja het, het zijn hele drukke jaar geweest, eigenlijk ja, al, ja, uh, al vijf jaar lang. Ja, hoe, hoe, hoe was dit jaar ten opzichte van, uh, want inderdaad vijf jaar dat is dan denk ik ook met, uh, met werk en wat dan ook, maar we hebben het vorig jaar natuurlijk en het jaar daarvoor ook denk ik wel over de lockdown gehad. Hoe, uh, hoe, hoe was je, je 2022 in general? Ja goed, maar wel echt knijterdruk. En het is zelf-inflicted, uh, dus ik had gewoon meerdere dingen die langskwamen en ik uh, ja, eigenlijk alles aangenomen. Dus ik heb het echt, echt heel vol gehad. Ja. Uh, tegen het absurde aan. Maar dat was ook interessant. Uh, en uh, ja, verder was uh, het jaar gaat steeds sneller. Dat ja. is echt een ding. Dus de Audi wordt is de sneller een jaar voorbij vliegt. Ja. Uh, maar ja, het was nice. En ik ben blij dat vooralsnog... Uh, want dat was natuurlijk ook een ding. Je hoeft het verder niet over lockdowns te hebben. Maar er was... Eerder dit jaar weet je, waren mensen wel een beetje voorzichtig van ja, weet je, wat gaat er van de winter gebeuren, krijgen we weer rare fratsen. Ja, ik ben blij dat het voor ons nog uh, weet je, wegblijft. Ja, dat, uh, dat wel lijkt. Af en toe hoor je weer een dom berichtje met, weet je, er is nu dit en er is nu dat. China heeft weer een nieuwe variant. Ja, er is altijd wel iets nu. En, uh, maar, maar er gebeurt vooralsnog heel weinig. En, hoe hoe ver, verhield dat zich? Want in principe inderdaad, je zei dat al, het is druk. Dus het heeft zich weer een beetje wat meer... Het heeft zich geopend, uh, weet je, dingen uh, na lockdowns. Hoe verhield dat zich tot, tot andere jaren? Tot voorgaande, weet je? Dus het ging weer open. Heb je, heb je, hoe, hoe heb je dat ervaren? Ja, mijn leven is niet zo heel spannend. met uh, Heel druk hebben met werk en uh, drie kinderen... Dus um, ik, zit niet, uh, op een, of ik zit niet in een fase in mijn leven dat het heel veel impact heeft op mij. Oké, okay, ja. Yeah. Weet je, dat het verschil. Ja, het is, het is onzin om te zeggen dat het verschil tussen lockdown en niet lockdown is. Klein is, natuurlijk is dat massive. Um, maar, ja, weet je, ik, ik doe nou ook weer niet super veel. Ik vind het gewoon leuk af en toe lekker uit eten en af en toe uh, met mensen gewoon even bij een leuk tentje zitten en een biertje drinken. Maar yeah. het is niet alsof ik een uh, ja, uh, leuk feestje, festival. Dat was, uh, dat was vooral het verschil. Ja. Weet nou, je, dat ik ben blij dat ik afgelopen zomer gewoon weer uh, naar leuke festivals ben geweest en uh, precies. leuke dingen heb gezien. Wat voor, wat voor uh, festivals? Uh, sowieso Dynamo. Dat was cool. Nice. Lemon Quad, Cannibal Corpse. Ja. Dat was wel uh, een highlight uh, van, uh, van het jaar. Qua, ja. Sowieso omdat het gewoon leuk, klein, niet te overdreven. En, Dynamo ja. zelf. Ja, vet. Ja. Uh, en uh, vergeleken met sommige andere festivals? Uh, ja, eigenlijk all over the place. Uh, uh, Into the future is een leuk techno-festival. Uh, wat op Twisken de laatste keer was. En dat is natuurlijk een, een heel mooi stukje waar ik heel dichtbij woon. Ja. Dus dat was chill. Uh, we zijn naar een uh, grabber festival geweest. Joh. Uh, gewoon echt. <laughs> alle de lucht staan straffen. Alle, alle <laughs> verschillende uh, genres die. Uh, Nee, maar dat bedoel ik. Voelde dat als inhalen? Moest jij even wat inhalen? Ja, dat was wel, dat was wel echt, uh, echt cool om weer allemaal te kunnen doen. Ja, want ik heb jou volgens mij in de, de eerste, uh, het eerste jaar uh, COVID heb ik jou horen zeggen van... Uh, I've trained my whole life for this. Ja, maar daarom zei ik net al een beetje als grapje van ja, dat je verschil tussen lockdown en niet-lockdown valt mee. Maar dat is, dat is natuurlijk onzin, want het is aan de ene kant mentaal. Nou, ja, en aan de andere jaar kant... twee is, heb ik jou it's... gehoord: van, oh, fuck, please let it be over. Dus toen, toen was je er wel ook echt klaar mee, volgens mij. Ja, het, weet je, het is niet, het is kwaliteit, niet kwantiteit. Het, weet je ga niet iedere week uit, maar ik vind wel. Fijn om af en toe gewoon leuke dingen te kunnen plannen. Dus als dat niet er is, dan is dat alsnog te veel absent. En dan word je ook gek. Ja, gewoon. Vind je het niet leuk meer, zei je op een gegeven moment? Nee, tuurlijk. Even een broodje eten, een biertje drinken. Ja, dat hoeft niet vaak, maar wel gewoon. Nou, dat kan nu gelukkig weer. Absoluut. En qua, je zei het net al, druk. Ik heb je ook volgens mij één of twee keer geleden in deze interviews horen zeggen van nou. Ik heb nu zo lang druk gehad. Hè? Ik heb een soort van hard gewerkt en dan misschien wat dingen gespaard of wat dan ook. Um, ik ga kijken of ik het binnenkort even wat rustiger aan kan doen. Maar dat is dus niet gelukt. Uh, nee. nee. Maar dat is gewoon puur een kwestie van uh, uh, een luxe probleem. Ja. Uh, en het, gewoon dankbaar dat er uh, uh, veel uh, kansen langskomen. Ja. En dan ga ik gewoon. Weet je, ik ben ook weer niet zo oud dat ik. Kijk, op een gegeven moment moet je dat wel leren als je. Uh, echt wat rustiger aan wil doen. Maar nu was het vorig jaar was het wel echt heel druk. Dat is niet een kwestie van rustiger aan willen doen, uh, maar dat is gewoon een kwestie van een beetje normaal doen. Ja, met, met uh, alle opdrachten. Uh, ja, Dat ja, was gewoon heel veel. Um, en ja, weet je, nu gewoon als het de komende jaren gewoon uh, nog steeds heel druk is, maar net één tandje minder, dan is dat voor normale begrippen nog steeds druk. Heel druk. Ja. Uh, dan is dat cool. Maar ik vind het allemaal leuk en uh, wat ik zeg, ik ben dankbaar dat het, uh, dat het allemaal kan. Wat heb je allemaal? Heb je, heb je een soort van nieuwe uh, dingen gedaan dit jaar? Um, nou ja, gewoon uh, met nieuwe, uh, nieuwe klanten, nieuwe, ja, nieuwe merken, maar het is gewoon hetzelfde werk, ja. het is gewoon uh, copywriting, een ja. soort van uh, internationaal ook, alleen maar Engels. Veel, ja, precies, alleen maar Engels. Wat grappig. Zijn, zijn er dan zijn dat dan wel lokale campagnes of zijn dat gewoon campagnes die ook internationaal gaan? Alleen maar. Dat Want dat is niks lokaals. Het is alleen maar de, de hoofdkantoren van, uh, van internationale merken die. Die toevallig hier, hier zitten en dan dus een Nederlandse uh, uh, copywriter in dit geval aannemen. Nee, een Engelse neemt ze aan. Ja, oké. Okay, maar toevallig omdat je hier woont. Dat is... de, mijn Nederlandse kant heeft er helemaal niks mee te maken. Ah, dat is het. Maar, en hoe zou dat niet mensen uit Engeland of uit Amerika. Of... Het zou ook kunnen als die hier zitten en goed ja. zijn. Maar er zijn niet heel veel. Ik bedoel, ik, dit, ze noemen het UX-writers omdat je niet echt een losse tekst maakt die op één plekje komt. Maar je bent met de UX-designers en de visual ah, ja. designers... ben je echt van een hele flow door de website heen... ben je stukjes kopje hier en daar aan het... Oh, dat wist ik niet hoor, dat, het, zo, dat het dat technische uh, was. Ik dacht dat het ook gewoon uh, advertisement teksten was. Ja, kan ook. Ja, precies. Maar weet je, ik schrijf geen blogs of artikelen. of weet je, Het is allemaal heel kort, het zijn Kleine tekstjes door de hele pagina heen. Ja. Productbeschrijvingen wel. Ja. Uh, en het kan ook een campagne zijn, maar het is echt gewoon uh, ja, alle content van een website uh, van een merk uh, ja. Hoe, uh, vernieuwen. En in, in welke hoedanigheid gebeurt dat? Ik weet nog wel, vroeger hebben we het wel eens gehad over dat je soort van in een blouse naar een, uh, naar een, uh, naar een kantoor moest en uh, soort van wel met al je tattoo's, maar wel een beetje netjes. Maar je ja, kan me voorstellen dat er nu ook heel veel thuis is. Uh, ja, maar ik zit wel uh, twee dagen ongeveer van de vijf uh, op, op kantoor, kantoor ja. maar um, als dat leuke merken zijn uh, waar gewoon de, de cultuur wat relaxter is, dan uh, Ga maakt het allemaal langs. niet uit. Nee, precies ja. dat. Uh, zijn dat? Maar heb je heb je, heb je veel verschillende dingen? Is het? Hoe hoe, hoe weet je krijg je de, krijg je er nog rust? Is het rustig genoeg qua? Je hebt het druk, maar ik bedoel meer van heb je chaos in je hoofd of is het wel help? Je hebt genoeg structuur. Dat nee, het niet, genoeg structuur. Ja, dat het niet ja. vervelend is. Maar je zit dus gewoon heel veel te typen en te testen en wat dan ook. Ja, gewoon heel veel content maken en, uh, en testen. Ja, achter de computer. Dus dat is een soort van... Uh, ben je toch gewend. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik vind het oprecht leuk. En ik hou van schrijven. En ik hou van met, met woorden en, en, en teksten uh, puzzelen. Als je bezig bent, al tap je wel eens naar World of Warcraft of zo? Um, Even tien minuten nou, afleiding. Nu de, uh, dat, dat moet nu een beetje gaan blijken omdat die nou, <laughs> sinds ik, sinds of een andere game. Ik bedoel meer van, weet je, ben je als je aan het werk ben je veel gefocust af, op, op werk. Of ja, ja, zeker afgelopen jaar even. ik heb echt uh, niks uh, naast gespeeld. Heb, het was gewoon echt te druk. Ja, heb, 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 heb je heb je überhaupt wel tijd gehad om, uh, om, om te gamen? Um, ja, als er iets is wat me, wat me grijpt, dan gaat het vanzelf. Ja, precies. Maar dan uh, maak je er tijd voor? Maar ik merk wel als je uh, dat bruggetje wil maken. Uh, een beetje naar gaming en de industrie en mijn, uh, uh, mijn beleving daarvan. Het is, ik, ik, ik ben wel uh, uh, al jarenlang die kant op aan het gaan, maar ik, ik speel wel op een hele andere manier. Het is nog steeds als ik iets speel, dan speel ik het full retard. Maar <laughs> ja. ik heb ook echt periodes ertussen dat ik niks aanraak. Nee. Ik, ik merk gewoon met heel veel content. Of nou, games zijn of films en series. Dat men uh, uh, mijn kwaliteitseis echt steeds veel en veel hoger. wordt. Dus ik heb met sommige dingen, uh, of nou, met series, films, heb ik ook soms iets van, ja, uh, zoveel shit wordt er gemaakt. En als er echt iets nieuws is, wat cool is, dan zit ik er helemaal in. Ja. En op andere momenten, als ik per se iets wil kijken, dan ga ik liever oude dingen kijken die ik al tien keer heb gezien. Maar dan, ja. weet je, ik, ik doe gewoon. Terugkerende rondjes, weet je, uh, alle Hongkong action movies. En dan een, een, heb ik een, een horrorfase. En dan doe ik uh, weet je, alle, alle alien films in een bepaalde volgorde. En dan ja. we, 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 allemaal van dat soort terugkerende dingen. Maar liever ja. gewoon shit die echt goed is. En hetzelfde met games. Weet je, daarom heb ik afgelopen, weet ik van, tien jaar, zo absurd veel Dark Souls of Soulsborn terugkerend gespeeld. Omdat ik gewoon iedere keer als er een nieuwe ding kwam, ik zei dat ja. Dan speel ik liever, weet ik van, Dark Souls 1 voor de veertigste keer. Dan een middelmatige. Dan nieuwe iets game nieuws. Wat, wat, wat me gewoon minder doet. Ik ben daar gewoon ja. een beetje klaar mee. En dat is denk ik wel een beetje kenmerkend nu voor deze tijd. Dat er gewoon met. Weet je, het is al jarenlang een trend naar heel veel content. Maar ik denk dat we nu wel echt op een punt zitten dat heel veel van de traditionele uh, producenten, of het nou games of films of series uh, betreft. Weet je, de, de ziel is er in, in die kant van, van de markt wel voor een heel groot deel uit. En er zijn uitzonderingen hier en daar. Ja. Maar ik denk dat er wel een hele duidelijke trend is met dat. Weet je, een heleboel van die grote partijen. Ik bedoel, ze hebben nog steeds een doelgroep, maar ik ben dat niet meer. Ik, ik, weet je, uh, als je ziet wat er gewoon gebeurt met. Uh, nou, weet ik de Star Wars, uh, The Witcher. Je, weet je, overal zijn van die duidelijke voorbeelden dat je gewoon ziet. Ja, weet je, het ligt bij nieuwe uh, mensen. Uh, weet je, Star Wars is een makkelijk voorbeeld om uh, kapot te maken. Dus weet je, misschien is The Witcher dan interessanter om te zien wat daar nu is gebeurd. Ja. Weet je, dat. Um... Wat vind je daarvan? Um, ja. Heb je Blood uh, Orange gezien? Ja, stukje. Ja, een stukje. Ja, precies. <laughs> ja, maar, maar goed, de, de, de backlash is duidelijk. Maar het, het is denk ik. Um... Wel uh, wat er verkeerd gaat, is hetzelfde als bij Star Wars. Dat zijn gewoon uh, content creators die denken dat ze het beter kunnen dan uh, de, de uitzonderlijk uh, skillvolle mensen die. Ja. Hetgeen wat jullie als basis gebruiken, hebben gecreëerd. Ja, meticulously hebben gemaakt en wat dan ook Ja, zo'n Sarkoff, en die, die heeft ook gezegd, het interesseert hem gelukkig niks. Uh, weet nee, je, uh, hij heeft zijn boeken en. Uh, ja, ja, hij heeft dat letterlijk gezegd. Van nou, dat maakt me echt, echt geen fluit uit wat ze er allemaal mee doen. Weet je, uh, fuck hem. Ja. Um, maar daar, daar zitten gewoon showrunners. Weet je, daar dat hele verhaal met Henry, Henry Cavill, die gewoon, die was het er niet mee eens. Die heeft tw twee seizoenen gevochten om het een beetje. Trouw te houden ja. aan, aan, aan aan de originele content. En er zitten gewoon schrijvers die denken dat ze het beter kunnen. En die hebben ja. gewoon heel veel vrijheden. Ja. En dat, dat kun je niet. Nee, de, maar de... Dat, is, dat is idioot überhaupt, toch? Dat je dat je maar ik, ik heb het de nerd culture ook vaak over gehad dat je dat, dat schrijvers, kijk, het is natuurlijk ergens hun werk. Dus je hebt zoiets van, ik ga gewoon mijn werk doen. En ik ben ik, en de mensen nemen mij aan om mijn stijl. Misschien zijn het ook allemaal beetje van die, van die entitled millennials. Nou die ja, dan gewoon is... een soort van, ik ga mijn al, weet je, vingerafdruk erop zetten. In plaats van dat je gewoon iets maakt wat mensen willen zien. Episode 8. Weet je, uh, ja. en uh, weet je, bijvoorbeeld, ik, ik heb nog niet zo lang geleden uh, toevallig Knives Out gekeken. Weet ja? uh, Eén had, of twee. Ik, nou, allebei, want ik had ja. die eerste nooit gezien. En uh, we hebben eens gekeken. En ze zijn leuk. Weet Die je, waren is... niet slecht, toch? Nee, nee, het zijn leuke films. Ja. Maar dat betekent niet dat jij Star Wars kan nemen nee. en er iets heel anders van kan maken, nee. jouw ding. En dat het goed is. Nee. Ja, daar ben je niet goed genoeg voor. Dat had je nooit moeten proberen. Je had gewoon trouw moeten blijven aan de basis die was gecreëerd. En ja. daar had je wat leuks mee kunnen doen. Ja. En, en daar gaat het gewoon mis. Als, als mensen denken dat ze het beter kunnen en dat ze inderdaad hun eigen draai eraan willen geven. Ja, denk je dat dat het is? Dat het een gedeelte misschien dan is mensen die het die schrijvers... Afsluit. Ja. En is het niet ook dan daarbij nog eens de, de veel commerciëlere uh, kant van, van, van nu, moet, nu moet alles scoren. En weet je, de, deze boxes moeten checken, checken volgens de marketeers. Uh, ja, ik, ik, het lijkt me sterk dat ze echt zo onnozel zijn, want het succes is er niet, juist hierdoor. Weet ja. je? Ik bedoel, de, de weg naar het succes is heel duidelijk, weet je. Dat is weet je, het geluid wat er al de hele tijd klinkt overal. Van, ja, maak het zoals de mensen het willen hebben, ja. weet je. Denk niet... Beetje in, in die ja, maar ik denk dat, dat heel veel marketeers denken. Uh, en ook dus hoge pieven en spreadsheet managers of wat ook. Ja, maar het publiek weet helemaal niet wat ze willen. Wij weten wat ze willen, want we hebben hier het research met de checkboxes ja, weet die niet, dat aantalt. De, de, de lijst wordt nu best wel lang. Ik bedoel, Game of Thrones ging ook ja. gewoon uh, down the drain van, van echt heel goed. Naar gewoon wat de fuck is er gebeurd? Op het moment dat er geen content meer was, geschreven door, door. degene die, ja. die het heeft gecreëerd. Ja. En dat, dat zie je nu overal. en... Uh, ja, weet je, kijk, dat betekent niet dat, dat uh, uh, The Witcher seizoen 4 bijvoorbeeld, 3 moet nog uitkomen. Maar bij 4 gaan we het helemaal uh, meemaken. Ga je dat nog kijken? Um, nou, aan de ene kant, ik merk wel, ik, ik ben wel op een punt dat ik uh, bepaalde shit ook gewoon niet meer wil steunen. Nee. Dus, nou ja, dat, ja. ik heb dat hier. En de ene ik heb ik heb dit is trouwens, niet mijn interview, bedenk me nu, maar. Nou, ja. <laughs> het is geen interview. Het veel leuker om uh, te kletsen dan. Ja, oké, het is, maar het is in principe natuurlijk niet echt een discussie, uh, uh, meer een interview. Maar um, ik denk dat het, dat het door Liam, wat is hij, Liam Hemsworth, ja. dat het gewoon de, de ziel eruit is. En dat je dan een soort van, je, nou, ja, waar een hij, hij niks aan kan kijken, doen. doen Nee, maar, maar je is had niet gewoon een Geralt, de, je, toch? Had, je had de perfecte guy. Ja. En het was ook iemand die gewoon vocht voor, weet je, de videogame Geralt en, ja. en uh, Sapkowski de boeken Geralt. Precies. En niet, weet je, Netflix showrunners Geralt, die <laughs> zelf denken dat ze wel weten hoe ze hem kunnen neerzetten. Uh, die kerken staan als het hetzelfde, weet je, dat is wat, wat, wat ik zo storend vond wat ze deden met uh, uh, met name episode 8 en 9. Uh, maar met name episode 8 van ja weet je al die gevestigde personages we gaan het even anders doen ja. Luke is een bittere oude man nee fuck off weet maar dat je? kan hij is, niet na één film of in ieder geval ja, hij is voor de voor most sommigen. heroic jedi en als je dat gaat veranderen dan, dan snap je niet wat, wat het is en wat mensen willen Nee. hebben ze dat daarna niet nog een beetje geprobeerd recht te zetten ja, maar goed, episode 9 was ook echt een shit show. Ja, misschien meer in The Mandalorian, dat dat je hem soort van ziet hoe hij daar naartoe gegaan is misschien. Ja, nee, dat was. Je had natuurlijk die laatste aflevering. Dat was cool. En daarna ook nog, maar weet je, in The Book of Boba zaten natuurlijk wel wat dingen met Jongere Luke. Die bedoelde ik eigenlijk, ja. Um, ja, maar de Mandalorian had natuurlijk ook een toffe scène. Jazeker. Yeah. Um, ja. Maar goed, dat is niet. De da geen... redemption die nodig is voor <laughs> episode 8. Ik weet niet of die bestaat. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Star, Trek is Star Wars, sorry, is wel iets dat je, dat je blijft volgen. Heb je de nieuwe series gezien? Uh, ja, maar ik vond uh, Obi-Wan echt crap. En dan snap ik ook e da kan je gewoon... hm? Op het eind ook? Laatste anderhalve aflevering? Ja, maar er klopt er gewoon geen fluit van. Weet je, het verhaal rammelt echt aan alle kanten. Ze fokken enorme shit op met gewoon episode 4, 5 en 6. Weet je, de dingen die gebeuren in de serie, die kunnen niet. Omdat we weten al wat er later gebeurt. Dus sommige dingen, ik snap niet dat, dat iemand dat kan opschrijven. En er, er wordt zo makkelijk geschreven. Er is geen consistentie. Nee. Er zijn geen consequenties. Uh, het is allemaal heel flimsy. Um, Nee, ik, ik, Vond je ik, ik, de Vader ik, ik, versus... Uh, 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 hoe heet hij ook alweer? Oh, Obi-Wan's uh, fight niet, niet lijp. Ja, maar die fight bestaat niet. <laughs> <laughs> Ze hebben elkaar voor het eerst gezien in de Death Star in episode 4. And now I am the master, weet je? Dat, een iconische scène. Hoezo hebben ze daar al gevochten? Nee. Ah, Just fuck ja. off. Dat, de, de, dat hele moment bestaat niet. Oké. Okay. <laughs> het bestaat ook niet nee, in, jou, in jouw nee, kennen. Nee, maar dat, weet je, dan ga je gewoon tegen de originele film die in 1970, waar alles op gebaseerd is, waar alles uit voort is gekomen, daar ga je gewoon tegenin. Ja. Weet je, hoe, hoe megalomaan Audacity. ben je dat je, ja, dat je dat je dat gaat schrijven. Ja. En het is, weet je, het betekent niet dat je geen vrijheid hebt om andere toffe shit te bedenken, maar dat kan gewoon niet. Maar dan hadden ze ook geen serie gehad, toch? <laughs> nou ja, ik denk sowieso dat... Weet je, er is zoveel ruimte om toffe shit te doen met het universum. Ja. En zij ze hebben die creativiteit niet. Dus ze kiezen voor makkelijke dingen. En... Nou, omdat ze dat waarschijnlijk van Disney doorkrijgen. Nou, mensen moeten er naar kijken. Dus moeten het bekende mensen zijn. Want dat is waarom wat, wat ja, mensen willen zien. Maar ook zien. dan had je hele toffe shit kunnen doen. En dit, dit, dat is dit niet. Weet je, en iets als Andor, wat op zich niet slecht is ja we gaan weer iets infiltreren en het is allemaal dezelfde shit en het is uiteindelijk het is ook allemaal meaningless. en ja ik, ik, ik ben daar wel echt klaar mee ik, uh... maar je je blijft het dan kijken um... Zijn er al... ja maar ik begin nu dus wel op een punt te komen ik zie ze hebben ja dat heb ik dat je het interesseert ik heb Disney Plus ook opgezegd uh... Heb je de Marvel series en wat dan ook? En films en de MCU nog een beetje gevolgd? Ja, absoluut. Um, vind ik ook echt, echt uh, een stuk naar beneden qua kwaliteit. En ja. Er zitten leuke dingen tussen, maar er zit ook echt heel veel bij. Ja. Ja, en wat vond je aardig uh, afgelopen jaar? Ik weet niet eens of het allemaal afgelopen jaar is, maar uh, weet je, WandaVision was cool. Dat is verder voor. Dat is verder voor, <laughs> maar dat daar. Uh, en die Loki-dingen waren oh, leuk. Ja, maar dat is allemaal Phase 4. Ja, nee, dat, dat, dat was allemaal... Dat was het begin van Phase 4, dat was nog leuk. En nu... Ja, nee. De diversificering van, van alle shows. Uh, uh, She-Hulk, de um, nee. multiverse of Madness, the, zoals wij noemen de uh, 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 multiverse of Me. Die, uh, die animatie. Film? Oh, dit oh, nee, oh, is uh, strange. Die What yeah. if, die vond cool, namelijk. Ja. Uh, ook, ook niet. Uh, nee, inderdaad, Het was niet stom. En ik weet niet wat het is, want. Sam Raimi is natuurlijk niet. Uh... Ja, die heeft gewoon niet ook niets vrijheid gekregen. En dat is denk ik een beetje wat jij zegt. Dat uh, vond ik wel een interessant punt over, dus de schrijvers die gewoon de, de, de megalomaan zijn. En inderdaad gewoon zelf hun ding proberen beter te doen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat er gewoon heel veel soort van... Als Sam Raimi zijn ding niet mag doen, ja, wie, dan mag niemand het. Dus dan moet het gewoon ja. soort van formulegewijs... Nee, nou ja, het is niet dat je niet ziet dat het van Sam Raimi is. Want het zit nee. er wel gewoon... Weet je, zijn, zijn stijl zit erin. Ja. Maar... Um, Ragnarok? Uh, of, nee, sorry, zo noem ik hem altijd. Maar het is uh, Thor... Uh, oh, Love and Thunder? Ja. Ik wil, dat is natuurlijk <laughs> een beetje... Het, 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 en weet je, ik, bedoel, ik vind Taika echt geweldig. Maar dat is natuurlijk gewoon off the rails. Dat is ja. volledig doorgeslagen Precies. in een soort van. Ja, weet je, nee. Nee, precies. Ik nee, heb ik, precies. Ik, weet je, ik, ik, dat, dat is echt, echt volledig doorgeslagen in. Uh, slapstick gewoon. Ja, maar ook, ook in, in, in wokeness. En, uh, ik, ik, ik heb, ik is, heb, zit er wokeness in? Nou ja, ik heb. Ik, ja. Um, maar op een manier die niet natuurlijk voelt. Nee, precies. Ja. Dat, dat is het vooral. Weet je, ik heb het idee dat dit dat is echt nu. Um, uh, ze richten zich op die doelgroep. Uh, omdat alles zo bijna karikatuur-woke uh, is. En het, het, weet je, ik heb interviews gezien, dat zitten ze dus met zo'n panel op, op stage en dan. Uh, wordt er gevraagd van, zijn er gay people? En dan zegt hij, ja, natuurlijk. En dan gaat dus iedereen opstaan en klappen. Het <laughs> is weird, weet je? Ik ben er echt heel pro dat het allemaal normaal wordt... en ja. dat het overal in zit. Ja. Maar daar, het, het lijkt wel alsof dat zeg maar, de, de selling point was van, van, die, het, het van voelt, die film. Het voelt geforceerd. Oh. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat voelt het heel vaak inderdaad. Maar... En dat, dat is waar ik gewoon... Ja, ik weet niet. Het voelt niet authentiek. Nee. En, uh, en het was inderdaad gewoon, weet je, over de top. Weet je, als je, um, je, je vergeet hoe die characters een tijdje terug waren. Nou, dat. Um, uh, er is een zo'n guy die maakt alles kapot. Australische guy, Robothead. Uh, YouTube kanaal. En die liet ook uh, wat, wat dingen terugzien van, uh, van Thor in de eerste Avengers film. Weet je? Ja. Gewoon met serieuze scènes, met acting. Ja. En weet je... Het, het begin was zeg maar een goede mix van Marvel, van hoe je... En ook, ook weet je, de, de eerste Guardians bijvoorbeeld. Een goede mix van hoe je uh, comedy uh, kan gebruiken ja, zonder dat het uh, afbreuk doet aan een serieus verhaal vertellen. En dat spoor zijn ze helemaal bijster. Ja, want ze willen nu in de MCU zoveel verschillende diversiteit qua mensen, maar ook qua wat de shows zijn. Miss Marvel bijvoorbeeld, de, de teenage uh, 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 Marvel-serie. Ja. Nou, ik, ik vind het prima, weet je, als, uh, als je gewoon... Uh, heel veel verschillende stijlen. Ik bedoel, weet je, alleen omdat het allemaal Marvel is, betekent niet dat het niet verschillende stijlen mag hebben. De comicbooks nee. hadden dat ook. Ja. Weet je, soms kwam er opeens een, 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 een tekenaar die nam een serie over en die had een totaal niet traditionele comicboekstijl van ja. tekeningen. Um, dat, dat, weet je, dat is door de generaties zijn meerdere keer gebeurd en dat, dat is awesome. Um, alleen ja, de serieuzere, uh, volwassenere uh, stijl binnen Marvel, die is er gewoon niet. Nee. meer. Niet zoals dat in het begin van de MCU was. En nee, het dat is nu veel meer Disney nog. Het is nu alleen maar die, die quirky slapstick shit. En niks heeft meer echt gewicht. Nee, en dat, dat, dat zie je overal dus wel, uh, volgens mij. Uh, ja. Waar we het inderdaad ook zelf... Aan hetzelfde zien. met games, omdat dat natuurlijk ook wel een beetje de, de basis moet zijn van, van dit gesprek. Maar... Nee, um, hoeft niet. Die, het die hele gamesindustrie games vind ik net zo, zo bols, weet je. Ja. De, de hele traditionele gamesindustrie is gewoon wat mij betreft redelijk kapot. En, en daar, daar is hetzelfde qua creativiteit en. Maar qua qua, qua, qua sorry, kapot qua eh uh, uh, or qua originaliteit dus. Ja, alle grote oude uh, publishers en. Weet je, uh, uh, FromSoftware is letterlijk, weet je, de enige nu die nog een soort van op, op dat hoogste niveau uh, overeind staat. Um, CD Project is met een redemption arc bezig. En ik gun het ze van harte. Ik hoop dat het lukt. Ja. Uh, met Cyberpunk hebben ze dat uh, weten om te draaien. Wat heel knap is. Na het, het fiasco van de lancering. En um, The Witcher 4 zal alles bepalend zijn. Ja. Of dat ze laten zien van... Oké, okay, weet je. Uh, uh, we fucked up met Cyberpunk. We hebben dat hersteld. Ja. Uh, Witcher 3 next gen uitgebracht. En nu... nu kunnen we kunnen we ja, nog steeds. Witcher 4, als dat goed is... dan is CD Project de naam redelijk gered. Ja. Um, maar de rest, weet je, uh, uh, dan heb ik het uh, eigenlijk niet echt over Nintendo. Behalve het enige wat ik Nintendo kan, kan, kan bekritiseren is hun pricing model. Van hoe ze oude games um, uitbrengen. Hoe duur alles is. Uh, ja, um, dat vind ik niet heel. Um, uh, nou, het is niet, het is niet uh, uh, scherp geprijsd, in ieder geval. Ze zijn wel echt soms aan het milken met uh, uh, re-releases ja. full price dit uh, terwijl ik denk je kan daar best wel wat uh, uh, ja wat uh, wat vriendelijker uh, inschieten brengen zij genoeg uh, first party titels uit ja op zich wel ik bedoel ik vind de switch echt uh, uh, terwijl ik me nu uh, dit jaar realiseer die is bijna zes jaar uit uh, dat vind ik nog steeds een tof platform En ja. uh, uh, er zijn hele leuke games op geweest dus uh, uh, wat dat maar betreft, third, blijf... third party vooral dan toch nou, maar ook first party. Ja, weet je, het is, is een goede, uh, goede Mario, goede Zelda. Komt een nieuwe Zelda aan. Ja, maar uh, super Zelda Smash. is allemaal super oud, maar ik bedoel echt dit jaar. Zeg maar, dit ja, jaar. Nee, okay. stuk, maar ja, nee, oké. Maar ja, dat is Twee dat, jaar misschien zelfs. Nintendo heeft nooit. Weet je, ik, doe, ik heb liever dat ze dat doen. En weet je, als ik op een generatie hardware van hun. Uh, dat ik ga twee keer een Zelda spelen. Ja. Weet je, dat, dat was ook nooit. Weet je, Nintendo was voor mij altijd per generatie één goede Mario, één goede Zelda, één ja. goede Metroid, één goede. Dat is genoeg. Ja. En er was genoeg third-party support omheen die cool was. Um, dus Nintendo blijft qua kwaliteit wat dat betreft een beetje bij het schot verder. Maar ik vind verder dat, het, uh, dat er wel weet je, een soort van creatieve armoede heerst overal. Ook in de, bij de indies. Ik weet niet nee, dat, 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 dat hebt, is dus hoor, maar... het enige. Nee, daar gebeuren geweldige dingen. Maar daar heb ja? ik ook echt die traditionele hoek. Interesseert mij verder echt geen fluit meer. Ik heb daar niks te zoeken. Uh, terwijl, uh, nee, uh, daar, er gebeuren hele toffe dingen. En ik, ik vind ook, als je, weet je, ik ga altijd, als ik uh, uh, een top 10 moet maken, dan kijk je ook even gewoon van, ja, weet je, uh, wat waren de beste games van 2022 online? Ga je wat artikelen lezen? Uh, ben je zelf nog iets vergeten? En weet ik wel, als je bij grote platformen zo'n top 50 ziet, ja, weet je, meer een deel is indie. Dat is echt, weet je, wel de norm als je, gaat, als je het hebt over goede games. Daar zitten de grote publishers niet meer echt bij. Uh, los van From software. Ja. Uh, uh, ja, nog een paar inkoppertjes. Er zijn een paar hele goede grote releases geweest. Maar echt, ja, wat ik zeg, als je naar de top 50 kijkt, uh, minimaal 40 is uh, Indie. Wat, weet je, waar, waar, waar als je alleen maar de mainstream uh, media volgt, weet je, allemaal games waar je nooit van hebt gehoord. Nee, maar zijn die games dan echt zo goed? Ja, ja omdat daar gewoon vrije creativiteit heerst. Het is echt die shit is helemaal kapot gemaakt wat mij betreft bij al ja. die grote partijen. Maar, maar kan je dat soort dingen continu op gewoon vergelijken Het lijkt me een soort van ergens is er natuurlijk een soort van in dat indie segment zijn er dingen die zijn bijvoorbeeld heel klein en, en intiem en super smart, maar kan je dat vergelijken met iets waar je 300 uur in kan stoppen? Ja. En dat er ja? Ja. ja. Oké. Okay. En en dat is het dus nee, nog dat, beter. er dus zit games bij, waar je 300 over... uur in kan stoppen. Ja, bij de indie zou ik ja. bedoelen. Ja, yeah, oké. Okay, yeah. en, en, en dus de, de, de kwaliteit van de visuals, al dat soort dingen, dat is. Dat is. Nee. Ja, ja het, is, het is. Weet je, zet dat naast. Uh, het zijn toch alleen maar roguelikes en roguelikes en het soort van. Uh, Metroidvania games die eruit komen in, in die land? Wel heel veel. Maar, maar niet, niet alleen maar. Er zitten ook wel gewoon leuke 3D games bij. Er um, uh, is een vette raytracing update geweest van Portal 2. Ja. Um, maar weet je, in die hoek. Er gebeuren ook wel. Weet je, wat meer. Uh, uh, 3D in die uh, games die, uh, die cool zijn. Maar nee, absoluut. Het is wel. Het zit grafisch in een andere hoek. Ja. Maar dat is overduidelijk iets wat mensen cool vinden. Ja, nee, dat is ook zo. Ik, ik, ik vind daar ook dan weer, natuurlijk zijn er, ik zie natuurlijk lang niet alles. Maar ik heb altijd gezien van, oh, maar ik vind heel veel games ook daar een beetje hetzelfde in tegenwoordig. Namelijk Roguelikes, Redlights. Red Lights, uh, ja, maar er gebeurt wel meer. meer ja, precies. Heb je dan, speel je dat soort games? Ja, dat speel je natuurlijk altijd al hoor. Maar heb je, heb je dan gezien dat je misschien dit jaar dat soort games iets meer oppakt? Omdat ze even tussen, tussen je drukke werk door wat makkelijker op te pakken zijn dan iets waar je honderden uren in moet pompen? Um, nou ja, som, wat ik zeg, sommige van die games gaat ook heel veel tijd in zitten. Um, weet je, een van de, de, de beste Metroidvania's, van de, of de, de grootste van de laatste uh, periode, en dan heb ik het over een langere periode, was natuurlijk Hollow Knight. Ja, weet je, dat, dat, dat zijn geen games die je in 10 uur uitspelt. Nee. Maar dus dat, dat zijn, weet je, sterker nog, in sommige gevallen gaat daar meer tijd in zitten dan uh, die grote AAA releases die je misschien in 20 uur uitspelt. Ja. Maar, ja, ze, ze okay. zijn, ik vind ze niet minder involved of tijdrovend, maar het, het is gewoon beter. En het, het is gek, weet je, een God of War Ragnarok is natuurlijk een makkelijk om te noemen als een goed voorbeeld van um, uh, ja, een AAA-game die gewoon uh, wel geslaagd is. Ja, um, maar is dat, zeer, is dat niet bijster creatief ook weer, toch? Um, de vorige was dat nu, dit is gewoon weer een herhaling van de vorige. Ja, 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 maar dat heb ik wel vaker gezegd. Weet je, als je zoiets goeds neerzet. dan mag je dat. Uh, dan mag je op terugkomen en verbeteren. En als ja. je dat op een goede manier doet. dan, dan is dat alleen maar. Uh, is dat alleen maar goed. Alleen. Um, en dat is niet eens per se. weet je, een. een, een cutting-edge PlayStation 5 game. Het is een hele mooie PS4 game. die. Uh, op de PlayStation 5 al helemaal. awesome eruit ziet. Ja. Maar, weet je, ja, die. die. die push naar. Uh, de meest hyperrealistische graphics die is toch een beetje weg als je nu kijkt. Ja, omdat er veel indie, mensen dingen in die nu ook steeds meer. En dat kunnen steeds meer mensen ook hebben als zijnde. Vind je niet dat, dat sommige, ook van die games, ook al zijn ze steengoed. Heb, heb je niet heel veel van die dingen ook al in de 90s gespeeld op de SNES? Uh, nee. Nee? nee, want ga die oude games terugspelen. Ik wil ga waar uh, alles op, ga Super Metroid spelen. En je beseft hoe modern de moderne Metroidvania is. Vergeleken met de grondleggers van het genre waar, waar, waar ze gebruik van maken. Ja, dat is, ja, ja? Ja, ja, Voelt anders. Absoluut. Ja. Gewoon. En alleen al uh, de hoeveelheid um, uh, gameplay die er verder nog in zit. Um, weet je, hoe de, de werelden in elkaar steken. Er zit echt wel heel veel progressie in. En ze doen dingen die toen niet konden. Nu? Ja. Ja, precies. Dat, uh, ja, oké. Okay. Ja. Dus um, nee, het is um, wat ik zeg. Als je ga echt een oude uh, Metroidvania spelen, bijvoorbeeld Super Metroid, wat nog steeds awesome is, weet je, maar je, je, je beseft in één keer ja. hoe ver het genre ook is gekomen. Grappig. Heb je nog op, op andere plekken, dus je zegt uh, de indie zit nog wel uh, uh, genoeg kwaliteit bij. Uh, de, 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 de creativiteit is een beetje uit de, de AAA-stuff, wat wat vaker zo is natuurlijk. Je hebt altijd van die spurs waar het ineens even wel heel. ...florisant gaat en dat ze dat weer even in hun vorm gevonden hebben. Maar voor de rest blijft het natuurlijk gewoon de commerciële tak van. Heb je nog andere um, observaties over het gamejaar? Weet ik veel VR of dat je denkt van oh, maar dit een Steam Deck bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat iets is wat je kon bekoren. Um, nee, omdat ik niet echt mobiel speel. Maar um, uh, ik ben, het is volgens mij wel een redelijk succes. Weet je? Er zijn veel uh, mensen die hem hebben. Ja, maar jij als een hardware head is vond je, vond je het niet per se, afgezien van dat je niet, niet mobile game, hoef je hem niet, maar vond je het niet interessant? Ja, op zich wel, maar weet je, ik ben niet zo van zomaar shit kopen om, om te kopen. Nee. nee ik ben ik, toch een gadget freak? Ja, Mijn maar... hele huis staat vol met poppetjes. Ja, maar die, die koop ik ook al heel lang niet meer. Nee, dat is waar. Ik heb wel echt een stop op uh, gewoon maar shit verzamelen om het te verzamelen. Oké, okay, ja, er is dus geen Steam Deck daarvoor. Nee. Nee, niet, niet, als ik het niet. Als er een moment komt dat ik het echt veel zou gebruiken, cool. Ja. Um, maar op dat moment, op dit moment, ja, is dat er gewoon niet. En uh, de games die ik speel, als ik op de pc speel, ze, ja, weet je, ik heb een heel fijn hoekje en die lenen zich ook meer voor gewoon de desktop uh, setup. Ja. Maar, um, nee, ja, verder niet heel bijzonder. Dus je ziet weer wat meer over 3D schermen zonder bril, maar. Nee, ik, wat ik zeg gewoon dat weet je er echt uh, veel meer vraag is naar gewoon uh, creativiteit en goede games. En dat zit niet in de traditionele gamehoek. Uh, het, weet je, het gaat er ook niet alleen maar goed. En ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren verder gaat uitspelen. Want ja, het gaat niet onbeperkt maar goed met sommige van die. Uh, uh, ouderwetse publishers die gewoon dezelfde fouten blijven maken en ja uh, ik, ik ben blij dat er die hele nieuwe uh, stroming is en, en, uh, en het succes uh, voor een, uh, uh, een, een game als Elden Ring die het wel goed doet Weet je, uh, Game Awards uh, waren natuurlijk uh, uh, een enorm succes voor, uh, voor From Software en uh, ik ben heel erg blij dat ze nu die erkenning hebben gekregen en ik Weet je, ik, ik, dit is wat ik al jaren roep. Zij maken games, weet je, die niet denken dat de gamer dom is. En, um, en dat nu blijkt van, hey gamers zeggen ook, van ja, dat is cool, want dat zijn we niet. En dit is wat we willen. Niet die herseloze shit, weet ja. je. De, de, de memes waren, waren, waren cool met hoe The Witcher eruit, of hoe uh, Elden Ring eruit zou hebben gezien als, uh, puntje, puntje, puntje. Uh, ik hoef niet te gaan shamen, maar het puntje, 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 het Ze hebben gemaakt met de UI, met weet je, pijltjes naar alles. En uh, overal staat precies wie waar zit en wat je moet doen. En een, en een uh, onzichtbaar of zo'n lijn. En de developers die gewoon kritiek hadden, die zoiets hadden van: waarom vindt iedereen dit zo tof? Wij ja. hebben iets veel mooiers gemaakt. En jullie snappen het niet. Nee. Weet je, het, is, en, en de, het argument van ja, uh, maar ik ben een game developer ja weet ik je doet misschien één specifiek wieltje in het geheel maak je van een game gamers die weet je en ook recensenten van games die spenderen die hun vakgebied is kijken naar hoe is het eindresultaat en en wat is goed en wat is slecht dat is wel uh, een goeie inderdaad. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen inderdaad... de, de recensenten die kijken naar letterlijk dat. Hoe is het eindresultaat geworden? En een developer die zijn eigen takje heeft... en daar misschien een soort van infloreert. Of, of ja, wat kijk, ook uh, specifiek als je uh, uh, de interface, user interface maakt van een game... Is en, en uh, niet dat iedereen het kut vond... maar dat ah, mensen zoiets van, ja, dat is Elden Ring. Hoe, weet je, het, het, het irriteert me dat dat zo'n succes heeft. Want die UI... De, die UI dit is, is ook niet lijp, toch? Nee, maar het is perfectly designed... Weet je, het, omdat gewoon... Het, het is allemaal, vind het zelf maar uit. Weet je, het, het is bare bones. Maar dat is by design. Ja. En als je dat niet snapt, weet je, ja. Maar het is visueel misschien niet uh, zo modern als het kan zijn. Uh, nee, maar dat is ook een stijltje. Ja, klopt. En uh, het gaat er niet om, weet je, je moet begrijpen dat het subjectief is. Maar als je optiek, objectief vindt van ja, dat is slecht, dan snap je niet wat ze aan het doen zijn. En... Ik, ik ben blij dat je dan nu ziet van de hele gamesmedia, weet je, uh, die snapten het. Ja. En uh, gewoon de commerciële markt snapt het. Ja. Want het is een enorm... Het is, weet je, het grootste succes, succes ooit van FromSoftware. En ze zijn van... Uh, die, die, die developer die die hardcore game maakte voor de hardcore nerds zoals ik. Ja. In ons eigen kleine donkere hoekje. En iedereen wist wel van Dark Souls. Maar... En nu is het de game of the year. Ja. Weet je, dat, dat is wat er is gebeurd. En ik denk dat dat echt heel tekenend is voor de industrie. En wat mensen willen. En wat de rest van de grote partijen gewoon niet kan. Weet je, die kunnen dit niet. Want die ziel zit er niet in. Dus ze zien wel wat nu. Succesvols gemaakt. Ja, hier gaat natuurlijk een zee aan kopieën van komen. Ja, Soulsborne is al een genre. Ja. Weet je, al, al voor ja. Elden Ring. Weet ja. je, er, er zijn tientallen uh, developers. En en soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Uh, uh, weet je, Lords of the Fallen was, um, was een van de eerste wat grotere kopieën. Um, en The Lords of the Fallen is het tweede deel. Ja. En het ziet er cool uit. Ja. Weet je, um, ik, ik, ben, ik ben daar wel benieuwd naar. Er zitten, er zitten genoeg, uh, Mortar Shell, weet je. Uh, Was die uh, goed? Ja. Yeah. Uh, weet je, overduidelijk, weet je, geïnspireerd door Dark Souls. Ja. Maar ook een hele vette game. Dus t, ja, er de, 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 de komen toffe dingen uit. Alleen, um, dat zijn, uh, Mortar Shell is dan ook weer een kleinere studio. En Lords of the Fallen relatief ook. Ja. Maar ik denk als de grote partijen dit succes willen evenaren, dat, weet je, of willen kopiëren... Dat, dat, ja, dat, dat kan je niet zomaar. Je moet het begrijpen. En dat, dat, um, ja, ja, dus, een... Ik ben blij dat dat in ieder geval, weet je, uh, vanuit en de media en uh, gewoon uh, de koper de uh, gamer dat dat gewoon uh, een beetje het geluid is wat je wat je zag vorig jaar. Ja. ja, heb je heb je nog heb je de industrie nog een beetje gevolgd bijvoorbeeld weet je Game Pass of wat Xbox uh, uh, nu weet je wil kopen Activision Blizzard. Ja, natuurlijk, ja, uh, natuurlijk. En wat Sony ervan vindt. Wat, uh, wat, wat 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 vond je daar allemaal van? Ja, natuurlijk heel veel in een jaar, maar. Ja, ik, aan de ene kant omdat ik natuurlijk wat wat, wat minder qua werk er vol bovenop zit, um, ben ik. Blij dat ik het uh, wat meer kan negeren. Maar ik, ik heb gewoon meerdere kanalen die ik, uh, die ik volg. Dus uh, al het standaard game nieuws. Uh, uh, dat, uh, dat krijg ik altijd gewoon mee. Um, ja, en dat is natuurlijk gewoon ook kenmerkend voor wat ik, wat ik net een beetje beschreef. Weet je, die grote partijen, dat wordt alleen maar groter en groter. En ja, op een gegeven ogenblik. Weet je, uh, er kunnen toffe dingen tussen zitten. Maar. Ik ben wel van. Het is gewoon een wiskundige formule. Weet je. Als iets een bepaalde massa heeft. dan komt er gewoon minder toffe shit uit. Weet je. Dat, 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 dat is gewoon zo. Daar is gewoon. Um, ja. minder ruimte voor. of minder vrijheid. Dat. Um, weet je. Dat, dat, dat was toch in, uh, in Cloud Atlas ook zo'n ding. dat ze. Uh, weet je, die boeken die ook uh, van die film dat ze ja. uh, in de toekomst uh, ze noemden daar films Disney's, want weet je, alles werd door Disney gemaakt mm -hmm. en dat was lang geleden. Maar het is funny om te zien uh, dat het die uh, kant op gaat. Ja, precies. Jesus. En weet je, dat is wel heel voorspellend. En weet je, bewijs van uh, noemen ze uh, uh, als Microsoft. Uh, omdat je daarover had en die hebben nu microbes. die aankoop. Ja, weet ik ja. Als Zij de, de game war winnen ja, 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 ja. en ze uh, kopen op een gegeven moment PlayStation ja. en uh, dan dan noemen ze games inderdaad gewoon uh, whatever ja. uh, Xboxes whatever de ja, ja, fuck. Ja. ja, ik geloof niet dat dat weet je um, uh, dat dat iets goeds oplevert. In de in the long run. Maar ja. het is wel een bijvoorbeeld, denk ik voor 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 indies. Is het een mooi platform om op Game Pass te komen? Absoluut. Ja, nee, ik, ik, ik heb ook. Ik, ik ben me ook niet heel erg aan het verzetten als een soort van. Ik, ik daar, daar, dat is wat ik net bedoelde. Weet je, ik ben niet de oude man die naar de wolk aan schreeuwen. is. Uh, omdat ik gelukkig kan zeggen: van ja, fuck it, zoek het allemaal maar uit. Ik, uh, uh, ik met cherries. Ja, ik, 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 ik hoef er niet. Ik hoef me er niet. Ik word niet betaald om er de druk over te maken. meer. Nee. dus ik kan gewoon spelen wat ik leuk vind. En uh, uh, ja, wat ik zeg. Ik laat gewoon al die shit links liggen, want uh, ik ga gewoon iedere keer, weet ik veel, uh, Dark Souls en, <laughs> en Bloodborne en Sekiro en Demon Souls, uh, <laughs> kan ik gewoon herspelen. En ik doe dat ook met andere... Ja, met tv's, films en series doe je dat ook. Ja, maar ook gewoon met de goede Metroidvania's. En, uh, uh, heb, je, heb je veel uh, uh, gegamed slash gekeken? Weet je, heb je veel nerdstuff gedaan uh, dit jaar, vorig jaar? Um, ja, nou ja, sowieso. Elden Ring kwam vorig jaar uit, dus daar is een goede chunk naartoe gegaan. En voordat Elden Ring uitkwam, uh, kwam ik uit een uh, Sekiro en Demon's Souls loop. Ja. Um, ja, uh, wat ik zeg, soms even zo'n periode vol retard. En dan als ik even uh, niks speel, dan. Doe ik een soort van catch-up met uh, films, series, en series en films. Ja, maar dus veel teruggekeken in plaats van uh, nieuwe dingen, uh, nieuw content gekeken. Ja, um, goed, uh, weet je, er, er gebeuren gelukkig ook nog steeds toffe dingen. Uh, ik, ik probeer even snel te bedenken wat... Um... Ja, heb je wat, wat zijn highlights van, van, van jou van dit jaar? De games gaan we natuurlijk zo meteen uh, de top 10 nog even over hebben, maar... Ja, en nee, wat... Uh... Nerd-related stuff... Ik had er daar misschien even goed over na moeten denken, maar uh, What We Do In The Shadows vind ik altijd cool. Dat, ja. uh, en dat komt natuurlijk ook... Is dat nog van Taika Waititi, of? Uh, als producer ja, ja, precies. zitten ja, Jermaine Clement en Taika Watiti er nog steeds, um, nog steeds bij. Ja. Uh, heel af en toe een cameo. Um, maar goed, weet je, die nieuwe cast is zo goed. En, en sowieso Matt Berry. Um, maar dat, dat, dat vind ik superleuk. Um, uh, een film die er voor mij uitsprong was Barbarian. Oh zeker, die heb ik nog niet gezien. Ja, live, metal. Ja. Ja. ja, gewoon horror. Maar gewoon, daar was ik verbaasd, want ik wist dat hij in de Biscoop had gedraaid. En dan neem je bijvoorbeeld iets als Smile, wat ik ook heb gekeken. En ik zie iets van, ja, nee. ik heb niet zoiets van, ik wil mijn tijd terug, maar heb ik al ge, gezien. Ja. En het is cool, maar dat is gewoon, weet je, volgens het boekje... En Barbarian was gewoon, weet je, echt uh, een beetje in de hoek van The Woman. Martyrs, gewoon net even wat anders. Niet, niet, ra niet rank. Marders is misschien net, weet je, dat that, was well, one of the greats. Uh, vind je dat great? De Fransen, hè? Die yeah, Amerikaanse yeah. heb ik nooit gekeken. Oh, dat weet ik niet. Maar ja, ik vind dat, dat, is die, dat is die hele violent shit, toch? Uh, ja, maar met een verhaal en een ja, reden. Oh, zeker. Ja, maar dus, die Violent. Oh, nee, die vind ik moeilijk. Die heb ik heel hoog zitten. Ja, maar <laughs> um, uh, Barbarian was echt. Ik was aangenaam verrast. Fucking awesome. Nice. Ja. Uh, nope. Ja, was heel tof. Zeker. Funny en, toch? Oh, oh. Om de, om dat, omdat het zo fucked met uh, horror conventions. Ja, zijn. maar doe iets nieuws. Ja. En, <laughs> en awesome. Weet je, K de characters waren cool. Uh, terwijl het ook heel makkelijk, uh, uh, makkelijk is om verkeerd te doen. Ja. Um, dus er gebeuren gelukkig nog steeds uh, toffe dingen. Ook weet je met wat budget. Ja. Um, maar ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld wat dingen die er voor mij uh... uitstaken. Ja. Ja. Nog even een, een kort rondje, andere uh, hobby's en, uh, en, en, en puntjes voordat we naar de top 10 gaan. Um, heb je nog nieuwe muziek ontdekt dit jaar? Of een nieuwe stroming geadopteerd? Kijk, ik, mensen weten dat misschien niet, maar de hardcore en techno dat, dat, of gabber, dat, dat luister je al uh, wat langer. Uh, sinds de jaren negentig. Sinds de jaren, dat bedoel ik. En Inderdaad, dus dat je daar was geweest is uh, voor mij niet zo gek, maar soms dan pikken we wel eens iets nieuws op. En dan heb je het, oh trouwens, weet je, dat doen we ook wel eens, uh, wij, wij met z'n tweeën, van heb je dit gehoord? En, en, ja, 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 ja. Um, nee, ik besef me wel echt heel erg, met muziek ben ik, um, uh, ben ik heel erg klaar. In de zin van... Uh, Uitontwikkeld. Uitontwikkeld. Nou, dat, dat niet eens per se. Ik hoop het niet in ieder geval. Hm. Maar dat ik. Um, ik ben helemaal oké okay met alles wat er is gemaakt. Ja. Um, en. Um, je hebt genoeg om op te zetten wat je altijd vet vindt. Ja. ja ik dus ik, 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 ik ben zo verzadigd met alles van jaren zestig tot. Uh, eigenlijk de wisseling van de eeuw. Ja. Dat ik. Um, dat ik daar. Ik, hoef, ik, ik, ik heb heel weinig ruimte daardoor om nieuwe dingen te ontdekken. Omdat. In die ja. periode is zo waanzinnig veel goeds gemaakt. Ja. Dat ik um... Nee, maar ik bedoel ook niet per se wat er in 2022 of voor nieuwe dingen is zijn gemaakt of je daar zelf nog iets iets uh, weet je misschien ik heb bijvoorbeeld weet ik van een paar jaar geleden dat ik pas zal ben gaan waarderen. Um, terwijl ik dat uh, 30 of 34 jaar lang niet lijp vond zeg maar dat soort dingen. Nee. Nee, dat dat is nog steeds niet helemaal ik bedoel, ik kan het waarderen en ik snap Weet je wat er bijzonder aan is, maar dat is niet iets. Het iets in, in die hoek als het een beetje soul funky gaat, maar dan moet er wel iets. Dan heb ik bedoel, gewoon in zijn aan zitten. Uh, Krang Bing, ja. uh, dat, dat uh, goede vakantiemuziek. Ja, uh, maar dan wel um, uh, specifiek. Want sommige zijn inderdaad dan wel iets te soul. Ja, precies. En sommige zijn wat meer, wel wat meer. Ja, maar geen, ik bedoel, meer nog... gewoon geen dus, de, de opvallende uh, observations of shifts in wat je, wat je luisterde dit jaar. Nee, echt. Uh, Auto's dan? Meer van hetzelfde. Ja. ja je, uh, nog, uh, zijn daar nog nieuwe dingen gebeurd? Uh, ja, met een, uh, ik, ben, ik ben vooral met die GTR, Discard GTR bezig. Ja. Uh, en met een heel groot project, uh, gewoon volledige rebuild. Dus um, zelf ook dingen doen? Uh, nou, wel zelf uh, de beeld samengesteld. Ja. Dus ik heb wel echt uh, de, de motor en gewoon alle onderdelen. Ik heb alles zelf uit Jap Japan besteld, alles zelf samengesteld. Precies. Ja, sick. Um, niet zelf uh, opbouwen, uh, want dat moet gewoon echt, echt goed gebeuren. Ja. Um, maar dat, um, ja, ja, dat is natuurlijk even. awesome om te doen. En dat is ook iets wat kan, omdat weet je, het is een platform wat Sinds uh, eind jaren tachtig bestaat. Dus het is ook niet alsof ik uh, het wiel heb uitgevonden. Je kan nee. als je gewoon heel veel research doet, op, dan weet je wat inmiddels na zoveel decennia wat gewoon de goede setup is en wat, wat de opties zijn. Ja. Um, en um, dus ja, dat, dat is gewoon awesome om te kunnen doen, überhaupt. Ja. Om de, de, de ruimte te hebben om. Uh, dat is dat, dat, dat. Weet je, het, het, het absurde. Uh, de absurde werkweken, uh, dat zijn dan de, de pay-offs. Precies. Ja, maar, maar want heb je daar nog wel tijd voor? Weet je, dan zit je ook nog even films en series te kijken. En dan af en toe, dan, dan kun je hier ook nog wel wat tijd in, uh, in stoppen. Ja, absoluut. Ja, beter. Dus. dus uh, was ja. het een koekblik van dit jaar? Sorry? Was het, ik zei, was het koekblik van dit jaar? De, 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 de box, uh, uh, de, het vierkante uh, uh, busje? Uh, nee, die was van eind het jaar ervoor. Ah, oké, okay. dus dan hebben het, we het, uh, dan het vorig je, jaar kijven, over de Japanse en. Ja. Ja, ja. ja, precies, ja, echt amazing. Dat, uh, maar ik dacht dat het misschien dit jaar was, maar dan hebben we het er vorig jaar waarschijnlijk wel over gehad. Uh, en hoe, is het, uh, hoe was het voor Blast dit jaar? Um, ja, het begin was natuurlijk. Um, Opstarten na de lockdown, ja. En dat was een beetje een uh, gekke tijd dat je merkte dat mensen gewoon eerst had. Iedereen zoiets van: uh, weet je, uh, zo gauw de lockdown weg is, worden de nieuwe Roaring 20s en ja. het is gewoon balls to the wall. En iedereen gaat helemaal los. Ja, was niet zo. Hè? Nou, dat was niet zo. Nee, mensen waren heel, heel erg terughoudend en rustig. Iedereen was nog ingesukkeld, afge, afgeleerd om, om naar buiten te gaan. Ja. Dus uh, het duurde even voordat alles een beetje opstartte. Dat zag je overal, uh, uh, gewoon in de grote steden. Ja. Um, en nu uh, ja, is iedereen weer een beetje in zijn oude ja. doen en laten. En uh, is het gewoon weer uh, gezellig. Precies, en jullie hoeven er nog niet uit. Nee. Nou, dat is uh, relaxed goed nieuws waarschijnlijk voor de mensen die daar ja, vaak... Ja, heel 2023 uh, vind je ons sowieso daar. Ja? Ah, nou ja, dat is, uh, dat is lijp. Alright, zullen we wat, uh, wat, uh, wat games gaan? Uh, ja, we hebben het natuurlijk net helemaal. al wat. Uh, ja, precies. Wat, uh, we hebben nog al wat, wat algemene vragen. Nou, de, de, de vraag uh, die ik aan iedereen stel: wat heb je het meest uh, gespeeld? Dat is bij jou denk ik wel. Nou, trouwens, is dat, is dat degene die je ook opeens staat? Absoluut. Ja, precies. Dan nou, gaan we daar zo <laughs> meteen over hebben. Niet zo spannend, hè, bij mij? Nee. Nou ja, het kan zo zijn dat je, uh, nou in dit geval niet hoor, maar omdat je ook sommige andere games herhaalt en en ook nog steeds kan no live en wat er. Ja. Ben je met met dat soort als je bijvoorbeeld een, een Dark Souls 3 of een weet ik veel uh, al die een van die games doet, ga je dan nu? Dan ga je waarschijnlijk heel specifiek een bepaalde beeld spelen of of, of. Uh, alles achter, omdat je meerdere rondjes speelt. Dus uh, ik heb een ja. heleboel characters, Want je doet iedere keer inderdaad wat anders. Ja precies. En um, ben, dan ben je er ook wel op, sneller mee klaar dan dan je eerste oh, aller, al ja, ja dan ja, volgers, ja, zeg maar. Ja nee, maar ik weet je ik. ik ik, ik, ik ben geen speedrunner of zo. Nee, maar, maar ik doen. heb die games zoveel gespeeld dat ik wel echt. Ik weet precies waar iedere vijand staat. En ik weet ja. precies waar. Weet je, een, zelf, zelfs in, in Elden Ring, weet je, als ik. Daar zijn ook gewoon trucjes om heel snel te starten. En dan ben ik niet aan het speedrunnen. Maar zelfs daar heb ik nu als ik een nieuwe character begin. Gewoon een, een klein loopje die ik maak aan het begin. Ja. ja dan ben je al ben je al flink op weg. Ben je bent er al een beest. Ja precies. Nou dan, dan dat. Heb je teleurstellingen? We hebben het natuurlijk gehad over je de, 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 dat je originaliteit überhaupt gewoon mist. Maar heb je echt games gespeeld waarvan je dacht van oh ik hier heb ik wel zin in en dan ga je ermee aan de slag en was het gewoon wack? Um, daar ben je gewoon daar ben je tegenwoordig ook soort van te picky voor natuurlijk. Ja. Is ik het om... ziek van tevoren wel aankomen en ik ben sowieso niet van het pre-orderen. Dus ik weet je, uh, ik wacht altijd af en als iets echt kut is, dan... Uh, ja, behalve Elden Ring bijvoorbeeld. Maar ik was vertrouwen dat het goed ging komen, dus... had ik wel uh, de collector's edition uh, gepreorderd ordered uh, uh, Maar dat doe ik letterlijk alleen met dat soort dingen. Ja. Nou ja, laten we dan gewoon lekker... de, de top 10 erbij pakken. Heb je nog... Uh, is het zijn er tien? Uh, ja. Had je daar moeite mee... om een tien... Uh, ja, een beetje. Ja, precies. Dus niet per se mansions ook dan. Um, buiten de top 10? Um, nee. Nee, behalve titels. dat ik weet dat er dus een nog een heleboel toffe indie games zijn ja. die het zouden verdienen. Nice Misschien ook play. meer dan sommige van deze games. Um, maar daar ben ik simpel dat niet aan niet toe jouw, gekomen. Ja, dat was inderdaad niet wat jouw jaar typeerde. Nee, absoluut niet. Nee, nou ja, maar um, maar en ik de... heb er dus ook een paar gekke dingen uh, gedaan. Of weet je waar meer een punt naar zit. Uh, of een, 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 een extra laag uh, statement probeer te maken. Nou, niet eens per se, maar dit bijvoorbeeld, uh, waar we mee beginnen, relates ook naar. Iets uh, waar we het uh, in de top 3 voor 23 over gaan hebben. Cool. Kleine spoiler, uh, I guess. Ja. Uh, maar ja, Hollow Knight uh, Voidheart Edition, ook een beetje in de categorie van geen game... Dit gamefab. is je nummer 10. Ja, dat is mijn nummer 10. Ja, nummer, ja Sorry. is die. Nummer 10, uh, Hollow Knight Voidheart uh, Edition. Omdat ik die... Um, ik had hem in de summer sale, um, want het is een oudere game. Dus zoals Hollow dit. Knight is een oudere game. Daar die Voidheart Edition um, is iets minder oud, maar ook niet van vorig jaar. Had ik in de summer sale um, op, uh, in de PlayStation Store goedkoop gekocht. En um, uh, ja volgend jaar komt natuurlijk uh, Silk Song. Ja, dat en, is dan en, in principe echt deel 2. Dat is echt deel 2. Ja. Um, en ja, dit is voor mij gewoon een soort van schoolvoorbeeld voor, van uh, de moderne Metroidvania. Uh, die zo waanzinnig goed is. Um, en dan... Ik had op een gegeven moment zoiets van... Ja, ik heb allemaal nieuwe dingen... Die, waarvan ik weet dat het er is. Maar ik, 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 ik had hem al gespeeld. Uh, ik zie iets ga liever die Voidheart Edition... nog een keer helemaal spelen. Ja. En um, dat vind ik dan zoveel toffer... om een, een tweede keer helemaal hierdoorheen te gaan... dan weet ik wel, iets... iets nieuws wat kut is. Ja, of wat niet ja. zo goed is als dit. En dit nee, is ja. gewoon epic. Dit maar is, ja. dit, je weet dat dit epic is... want je hebt het gespeeld. Als er nou... Stel, er zijn dingen die... Waarvan je denkt van, wauw, kan wel ook wel aardig zijn, maar dat je, dat je als je het niet speelt, dan weet je ook niet of het echt totaal iets voor jou is, misschien ineens. Um, nee, maar tegelijkertijd weet je ben ik dan arrogant genoeg om te denken dat ik lang genoeg met games bezig ben, dat ik, ik ruik het wel een beetje van tevoren even, Ja, Ja, het ja. wordt niet voor mij. Nee, want je ziet het gewoon. Weet je, en, en, weet je, dat klinkt misschien een beetje, maar je ziet ook hoe iets speelt. En je ja. ziet gewoon. Weet je wat het ding gaat zijn. En... Maar soms kunnen dingen je toch al verrassen, toch? Absoluut. Ja. nou ja. gelukkig. Nummer 9 dan. Um, ja, dit, dit is dus een, 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 een beetje de bijgezochte keus. Um, uh, Ghostwire Tokyo. Um, omdat ik, dit was voor mij iets. Sowieso, weet je, het is leuk, maar het is niet. Weet je, uh, het is heel bijzonder, maar het is en Tokyo En. Um, uh, ik vond het gewoon tof om uh, iets visueels uh, op de Playstation 5 te spelen uh, op, 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 op de big screen. Um, en daar was dit gewoon uh, een, uh, een hele geschikte game voor. En ja, wat ik zeg, het uh, is ook net even iets minder wat je het bewandelde pad ja. qua uh, de grotere games. Ja, dat is true. Vond uh, um, dus ja, je het echt goed? Um, nou, ik vond, weet je, je moet door dingen heen prikken. Uh, maar ik vond het interesting. Ja. En uh, wat ik zeg, het was ook gewoon een beetje de combinatie van de wacky Japanse shit. Weet je, die cores eruit halen, dat heeft gewoon een bepaalde punch. En er zit, er zit iets in. Uh, dingen kloppen niet. Niet alles klopt. Maar ik had het ook. Dat, uh, ik ben bang dat ik niet op de naam gekomen. Er was op de Xbox was ook zo'n wacky first person game. Uh, Dit jaar? Nee, 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 op okay. de, de, allereerste de allereerste Xbox. Xbox ja. um, die was ook niet heel goed, maar die had ook gewoon iets wat, 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 wat cool was. En, Japans uh, ook, bedoel je? Zoiets zo als dit. Nee, er was niet Japans, oh, okay. maar het was ook zo'n first-person uh, game. Uh, niet first-person shooter, maar gewoon um, ja, een weirder first-person game. Die beetje, weet je, het speelt een beetje als zo'n gekke first-person film. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Maar wat vind je, even naar wat vind je het tofst aan Tokio? Ja, dat is moeilijk om je vinden. Dat is letterlijk alles. Weet je, de, de, het straatbeeld, alles hoe het eruit ziet, van de, 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 de kleding tot de licht en de vending is, Ja, de licht en de vending machines, ja, maar wat is nog meer het straatbeeld? De mensen. Ja, ja, precies. De mensen, de outfits. Ja. De... Toen toen liet het dus weg. Ik had hier heel veel zin in nou in de game. Maar toen, toen ik op een gegeven moment door had van oh maar crap, logisch, want dat is het concept van de game. Maar ik miste de, 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 de statuur van, van Tokio, omdat de mensen waren er niet. Nee, nou ja, het voelde leeg, letterlijk. Het, ja, er zijn weet je, de, wat er is, dat is herkenbaar. Ja. Maar het is niet de, de, de drukte van. Nee, dat, uh, van dat Dus de, 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 elke game, denk ik, waar de, 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 in Tokio die zich afbeeldt, dan vinden we altijd bij default al proberen, willen we dat proberen, omdat het zo vet is om in Tokio te zijn. Maar ik was dit aan het spelen, ik dacht maar dit klopt gewoon niet, want er zijn geen mensen. Nee. En voor mij had het toen, was het toen ook de charme was, was weg. Ja, als je dat erin zoekt, is het, dat is er niet. Nee, nee, dus ik had gewoon, het is een, 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 leeg, een leeg level. Ja. Maar ja, dat, dat vond ik. Ja, maar er gebeurt nog genoeg wackies en wat ik zeg het, het, het was ook meer het, weet je op het juiste moment dat ik even iets simpels zocht ja. om op de PlayStation 5 op uh, uh, mijn nieuwe grote tv te spelen dat, dat, oh is er nu wel een nieuwe tv dat, gekomen dat, dit dat, jaar ja ja vorig ja. jaar ja. oh vorig jaar oké okay. dan dus, dus dat was ja, eigenlijk okay, gewoon 20, 22, de 2022 bedoel ik ja ja, ja. ja oké okay. wat gewoon een lijpe een, 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 een nieuwe unit grote grote, grote hele grote <laughs> hele grote oled ja precies ja dus uh, <laughs> dat maakt alles alles leuk ja Nee, zeker. En je hebt dus inderdaad, je had ook al. Hoe lang had je al een PlayStation? Want die heb je wel weten um, te bemachtigen. Ja, dus. ja, niet, niet helemaal het begin, maar. Ja, precies. Wel na een half jaartje of zo. Wel opgespeeld, dus überhaupt. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Even getest, maar nog steeds is je PC wel je je main. Nee, nee ik heb, nee, ik heb vorig jaar uh, uh, meer op, uh, uh, op de PC, op de tv gespeeld. Jo. Ja. Hoe kan dat? Hoe is dat dan terug? Terug, Want je was altijd zo'n je, je, je bureau bureau Steve. Als het uh, omdat Elden Ring uh, op de PC bij release wat meer bugs had. Uh, dus ik heb Elden Ring op de uh, PlayStation 5 op de tv gespeeld. Fair enough. Ja, okay. En dat... Um, dat uh, toen blijven plakken. Dat alleen al maakt weet je, het zwaartepunt de tv van vorig jaar. Sick. Nee, dat had ik niet verwacht. Uh, volgens mij zijn we dan bij nummer 8. Ja. Um, ja, ook net even iets anders, maar uh, Evil West. Um, omdat ik dat een heel goed voorbeeld uh, vind van uh, iets heel simpels. Weet je, want is, het is niet zoveel qua, uh, qua verhaal zit er niet echt iets in. Het is gewoon, je gaat eigenlijk gewoon van arena naar arena. Um, het, weet je, het, het, als, je de, als je de beelden ziet, dan kan je nog denken van een soort van... Zombie uh, ja. Red Dead. Ja. Maar dat is het is niet. Het is gewoon. Um, ja, een arena game. Ja, basically. Het gaat echt alleen maar om de combat. En, um, en die is gewoon heel erg entertaining. Um, en ik vind het er, wat ik zeg, het is ook een beetje een punt. Het is gewoon, ik vind het een goed voorbeeld van. Um, het hoeft niet uh, meer te zijn dan gewoon... Een videogame. Dan oh. goede gameplay. Ja. Weet je? Of leuke gameplay. Weet je? Het hoeft ook niet iets nieuws te zijn, vernieuwend. Uh, niet alles hoeft uh, Death Stranding te zijn. Uh, het mag gewoon... Gewoon lompe, leuke actie zijn. Ja. Als het goed is. Ja. En daar was dit een goed voorbeeld van. van het, het doet verder helemaal niks. <laughs> het doet één ding. En dat doet het in een, in een leuke setting. Het is gewoon entertaining. Uh, Simpel meer dan dat ja, ja, ja dat, dat snap ik. Ik heb hem wel, wel vaker. Uh, volgens mij in mansions gehoord: van oh, die wil ik nog spelen. Bijvoorbeeld, ja, uh, dat dus. ja, ja, dit, uh, dit is goeie, wat dat betreft. Ja, tof. Nummer zeven, ja, toch? Ja, uh, Gran Turismo 7. Ja, heb je dat expres op deze zevende nee, plek nee, 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 het was gewoon echt een beetje waar ik uitkwam. De andere dingen moesten erboven. Ja. Um, omdat weet je, het, het, het is een game die verdient het in de top 10 te zijn. En weet je, er zitten heel veel goede dingen in. Maar ik vond hem, vergele vergeleken met mijn verwachtingen van wat ik het echt het liefste van had gewild, vond ik hem teleurstellend. Ja, op, op, op wat voor manier? Uh, gewoon endgame progressie. Ja. Dat, dat was er gewoon niet. En weet je, ze hebben daarna nog allemaal nieuwe dingen toegevoegd. Maar ik, ik merk gewoon ook gewoon met andere games die ik speel, ik ben gewoon wel op zoek naar uh, een bepaald gevoel van progressie als je bij het einde bent. Dat je dingen, je, dat je goals hebt om naartoe te werken die goed voelen. Ja. En dat had ik hier niet. Weet je, er waren niet speciale races waar je die auto ontlokte. Nee, je moest uh, alles grinden toch? Het was gewoon geld grinden en ja. dan wachten tot er de volgende update iets leuks langskwam. Ja. Dat, dat was voor mij gewoon niet een game structuur die me bezig hield. Dus ik, ik heb hem doorgespeeld tot aan die endgame. Ik heb de eerste reeks van uh, auto's die ik wilde hebben geunlocked. En ook gewoon uh, geld daarvoor gegrind was zoiets waar dit houdt mij gewoon niet vast. Nee, want dit is dit, normaal, dit was wel dit is wel altijd jouw franchise geweest. Ja, absoluut. En die oude Grand Turismo games die hadden dat ook. Weet ja. Je had gewoon van als ik in de, de top drie van die endurance race eindig, dan krijg ik die auto en die, ja. die wil ik. En dan ja. ga je twee uur lang die race En, en hier is dat niet. Nee. Hier was het gewoon van uh, weet je, het hoogtepunt was, nou ja, weet je, je, je kan met de tomahawk kan je die race cheesen. Dat is de, de meest efficiënte manier om uh, geld Gelden te verdienen. verdienen. En met en, geld kan je alles kopen wat je wilt. Ja. ja. En nee, dat, um, dat, 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 dat klopte voor mij gewoon niet. Is dat denk ik denk je, een foutje uh, in uh, game design, waar ze niet goed over na hebben gedacht? Of is dat gewoon vol aan uh, de commercie die ze hier uit willen wilden Nou, het was, In het begin was het wel echt heel erg commercie, inderdaad. Ja. Want je kon dingen kopen en. Uh, ja, nee, de, de, de eerste opzet. Weet je, nu hebben ze het ook gewoon veranderd dat je wel gel, uh, 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 je huidige auto's kan verkopen voor geld. Ja, maar in het begin. Uh, Heel weinig, waarschijnlijk. Nou uh, ja. ja. Maar het, 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 het is voor mij niet, uh, niet de endgame van een uh, oude Gran Turismo. En dat is wel wat, wat ik eigenlijk zoek. Maar is dit niet dan ook zo'n game waarvan je tijdens het ergens eerder in dit interview zei van ja, maar dat je de, de originaliteit mist. En soort van het gaat niet meer om een vette game maken? Um, nee, maar ja, goed, weet je, um, Gran Turismo. Het is niet dat ze opeens iets met uh, een andere stijl hadden. Weet je, Gran Turismo is gewoon. Deze stijl van graphics, iedere keer gewoon zo mooi mogelijk. Uh, deze tracks, weet je, en het, ik moet het, het is een geweldige game. Hij verdient het in de top 10 te staan. Alleen hij had gewoon niet de endgame voor mij om er echt in te blijven. Ja. En dat, weet je, dus de, de, de periode dat ik het heb gespeeld, vond ik vond ik cool. En aan het eind verloor ik gewoon mijn interesse. Ja, ver genoeg. Nummer 6: Bayonetta 3. Ziek. Um, omdat ik ook, weet je, Platinum Games heeft ook wat missers gehad, uh, dus het is niet meer die, um, ja, dit logo is helaas, weet je, door de laatste jaren niet meer per se uh, een garantie dat het dat het dat het allemaal goed is. Nee. Um, maar perfect voorbeeld van een van een hele vette um, third-party uh, Nintendo Switch uh, game ja. die um, die echt heel goed is. Um, uh, niet perfect en er zit ook wat dingen bij met een andere karakter, met stealth segments. En um, maar goed, het, het is wel echt een hele goede bayonetta. En ik weet je, er zijn ook niet enorm veel van um, van dit soort Japanse um, hack and slash over de top games. Weet je, de, de Team Ninja is uh, een andere kant op gegaan waar ik heel blij mee ben. Maar die doen niet, niet echt meer dit. dit. Nee. Uh, niet dat Ninja Gaiden zo simpel als dit was. Maar uh, nu is het wel echt uh, uh, iets anders geworden. Wat, ja. wat, 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 wat hun grote uh, series ja, doen. Vroeger kwamen dit soort games. Weet je ook. Uh, the Devil May Cry. Precies. Wat dan ook. Kwamen heel veel uit uh, in, in Japan. En dat is ja. nu een beetje weg. Is het dan wel bij de tijd? Um, ja, ik vind van wel. Zeker als je kijkt naar weet je, waar we het over hadden in die Indiehoek. Je ziet gewoon. Uh, dingen mogen gewoon games zijn. Ja. Uh, Evil West is hetzelfde. Ja. Uh, op een hele andere manier. Maar het is ook gewoon leuke gameplay over de top. Uh, maar ook dit hebben we misschien uh, in de PlayStation 1-tijd wel gespeeld. Dit soort games. Um, ja, absoluut. Ja. Maar dat maakt en, niet uit. Nee, want weet je, Metroidvania games heb ik uh, ook heel veel gespeeld in de Super ja. Nintendo-tijd. Maar het voelt niet ouderwets. Um, nee, net zo min als dat. weet ik wel. Uh, Street Fighter 6 dat voelt. Als um, ja, uh, 2D fighting game. Uh, het zijn gewoon weet je, uh, bestaande gameplay formules. Ja. En ik vind dit nog steeds heel leuk. Uh, zeker ook als je kijkt um, uh, naar wat er bijvoorbeeld uh, uh, volgend jaar ook uit moet komen. Die Stellar Blade, voorheen Project Eve. Ook gewoon zo'n Japanse... Uh, ja, over de top wel iets meer high-end. Omdat ja. het gewoon niet voor uh, de Switch is qua, nee. qua graphics. Maar het, het, het is er nog wel, alleen uh, ja, wat minder. Ja, nee, precies. Dus daarom was ik blij dat uh, Bayonetta 3 er was en dat het goed was. Ja. Zeker omdat, wat ik al zei, voor, je, voor je, je Platinum Game Games fix. kon het ook wel gebruiken. Zeker. Nummer vijf. Ja, uh, Stray. Nice. Die uh, zie je veel terugkomen. Ik, ik, ik had in eerste instantie niet per se... Eh, Toen ik de trailer zag, was van uh, cool, maar ik, ik, ik was niet bij de release meteen... Uh, van de partij. Uh, maar uh, uh, bij mij thuis wilden meerdere mensen hem graag spelen. Ja. Um, en um, ook niet flawless qua, weet je. Zeker niet. Controls. En er zitten wat wanky dingetjes in. Um, maar wel gewoon. Ja, weet je. Ook gewoon net weer even wat, wat frisser en wat origineler. Dit is creatief. Ja. Toch? Dat is, ik heb hem daarom ook erin gezet. Ja, tof, toffe vibe. Weet je. Um, het vindt ook niet het wiel opnieuw uit, ook qua puzzeltjes. Maar, nee, helemaal niet, maar je bent er fucking een kat en het ziet er leuk uit. De, de, nou ja, de, ja, en het heeft gewoon een beetje die, weet je, ja, wat meer die relaxte um, uh, vibe Weet je, het, het is geen portal, maar het is gewoon, weet je, het is gewoon wat rustiger en wat relaxter ja. en uh, op een hele toffe manier. Ja. En wat ik zeg, ook, ook al is het niet helemaal flawless qua controls en. Um, ja, wat je navigeren door de omgeving kan ook een beetje klankie zijn hier ja, en daar. Zeker. Um, het, ja, zeker. Het maar het heeft gewoon... Uh, het heeft een ziel. Ja, nou ja, precies dat. Dat is inderdaad waarom hij bij, bij menig Gaming wel uh, is gemanaged of in de lijst stond. Zeker. Ja. ja. Um, op nummer vier... Heb ik een hele gekke game gezet. Uh, in de zin van uh, deze zul je nooit zien aankomen. <laughs> uh, je kent het ook niet. Oh. Uh, Battle Cats. <laughs> en dat is een, een mobile game uit 2014. Oh. <laughs> nou, waarom heb je dit erin gezet dan? Mijn kinderen uh, waren begonnen dit te spelen. En ik, ik zag de eerste keer dat ze dit op hun uh, tablets hadden. En ik had echt zoiets van, wat de fuck is dit voor weird shit? Wat zijn jullie in godsnaam aan het spelen? Ja. Alles, alles is weird. En op een gegeven moment toen kwamen ze niet echt verder. Dus ik zei, oké, okay, fuck het. Ik installeer hem game, ook wel. Dan helpen. kijk ik even. <laughs> uh, dus ik, ik installeer hem zelf zodat ik snap wat de game is. Dan kan ik jullie helpen in jullie game. Ja. En ik denk dat dat pff, misschien vier jaar geleden is. Of sorry, vier maanden geleden. Ja. Uh, vier, vijf maanden. En ik speel hem iedere dag. <laughs> het, het is in insane. Het is jammer dat ik geen gameplays... Nee, die, de, misschien uh, komt nee. het zo nog. Maar het is een... Je um, uh, basically een tower defense game. Ja. Dus um, uh, 2D. Um, en je, je hebt gewoon tien units... die je um, in je loadout uh, neerzet. En uh, je klikt gewoon uh, verschillende cats aan. Ze zijn allemaal super weird qua, uh, qua design. <laughs> Maar die shit gaat zo diep. Echt? Het is zo goed. Het is van PONOS, een Japanse developer. En je hebt echt. Weet je, ik, wat ik zeg, ik ben al vier maanden dagelijks bezig. Ik ben net bij de midgame ongeveer. Oh wauw. Ja. En... Omdat je niks koopt waarschijnlijk. Is er zitten er microtransactions galore? Uh... Uh, ze zitten erin, maar je hebt ja, het echt niet nodig. Het, nee, het is nee, heel ver opgezet. En die, het, het, het gaat echt zo diep. En wat ik er heel tof aan vind, is dat het echt onvergevend uh, moeilijk is. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, het is echt... Um, weet je, ik, 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 er is gewoon een, een website die je erbij hebt... Uh, en uh, waar je shit moet opzoeken. Want weet je, je, die units, die upgrade je allemaal met XP. Uh, dus je hebt een hele lijst met, <laughs> met missies. En uh, de, de true form van die ene unit... is alleen op de tweede en de 22e van de maand... om 2 uur 22, twee minuten lang... Is die ene missie er? Weet je, er zitten echt. Het is ook gewoon zo'n game die. Weet je, neem je niet bij de hand. Nee. Je moet shit uitzoeken. Het zit vol met obscure geheimen en het gaat echt echt heel diep. Het is echt. Wat ik zeg, dat is wat ik nodig heb. Het moet. Diep, ja, precies. Ja, ik moet een website erbij hebben waar je alles op zoekt. Ja. Ja, en als, en als dat het, is, het allemaal voor de hand liggend is uh, en daardoor dus ook creatief in, ja, omdat en, het zo diep gaat. Nou ja, en de design van al die, ja, is die units, het is, het is echt uh, um, iOS je, alleen? Battle Cats? Ja, iOS alleen of is oh, het nee, ook nee, Android? Alles, alles, alles. Ja, Android, ja. iOS. Um, uh, als je op zoek bent naar een leuke mobile game en je kent het niet, er zijn, wat het is echt, weet je wel, echt een fenomeen geweest ja. uh, en nog steeds zijn heel veel, want het, er komt nog steeds nieuwe content. Uh, maar als je het niet kent uh, Street to play, knal het er vallen op. Geef de kans. Um, als je echt eenmaal wat verder komt. dan snap je uh, een beetje wat, uh, wat de, appeal de appeal is. is. Je moet uh, voorbij. Um, uh, als je de eerste bonbon hebt verslagen. Empire <laughs> of Cats, Chapter 3. Uh, dat is een beetje de bottleneck. Uh, of de. Weet je? Ja, da dat is de. Dat is de ben je, dan zit je erin. Dat is de difficulty check. Ja. Weet je? Daar, daar, daar kom je niet meer weg met gewoon maar wat doen. Dan moet, nee, je, dan moet je shit gaan opzoeken. Ja. En als je dat, als je dat haalt, dan. Ja. Als je, je daar voorbij bent, dan, 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 dan zit je erin. Ja. Vet. De eerste bonbon dus. Ja. Uh, Nummer drie. Nu komt het er echt op aan. Ja, dit is niet zo. Uh, niet zo verrassend ook. Uh, God of War, Ragnarok. Um, we hadden het er al over. Het is niet. Um, vernieuwend in de vorm van um, ja het heeft niet een, uh, een, een gameplay die je nog nooit hebt gezien nee. um, maar dit is gewoon uh, nee je trouwens je, het hoeft ook niet allemaal gameplay te zijn kijk je kan wel zeggen op het niveau van uh, storytelling uh, is het dan niet per se vernieuwend maar is het wel opmerkelijk hoe goed ze dat doen ja um, en um, het is ook nog steeds knap vind ik dat ze dit met um, een serie hebben gedaan die zo lang een bepaalde gameplay uh, uh, had. Was je ook fan van toch? Van Absoluut. De, ja, 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 geweldige games, de war over war de top, bruut, lekkere hackerslash, slash ja. uh, actie. En dat hebben ze met uh, de vorige God of War uh, zo goed omgegooid. Um, en dat is wat, wat ik wel vaker zeg uh, met games tegenwoordig. Als je iets bijzonders neerzet, uh, als je iets nieuws hebt gedaan ook met Nintendo games, zoals met Mario's, weet je, dat we daar voor het eerst tweede delen van kregen. Um, uh, Mario um, uh, Galaxy uh, 2. Weet je, als je met het eerste deel, met een nieuw stijl van gameplay, iets, iets tofs hebt neergezet, en je kan daar nog een heleboel leuke, nieuwe, creatieve dingen aan toevoegen in het tweede deel, Wat je, doet vooral. Want, weet je, productiekosten zijn hoog. Het, ik, ik, je hoeft niet, ieder, niet iedere game, hoeft, weet je, een origineel iets nee. te zijn. Weet je, een, een tweede en een derde deel zijn heel welkom als het... Uh, voortbouwt op iets goeds ja. en er nieuwe goede dingen aan toevoegt. Ja, of gewoon integer is en een ziel heeft. Precies. Dat? Ja. En um, ja, goed, dat, dat heeft dit overduidelijk. Um, en wat ik al zei, het is, weet je, het is ook cool, het is een PlayStation 4-game die er gewoon heel goed uitziet. Ja. Um, en um, ja, het is gewoon awesome. Weet je, dit is gewoon in de, de verhalende, de uh, brute actiehoek. Uh, het is ook, ook nog steeds knap dat ze gewoon, weet je, met God of War, met de originele uh, setting, nu al die andere mythologieën ja, erbij hebben ge ja. geknald. En het, het werkt. Ja, ja, dat hebben ze goed gedaan, zeker. Dat, uh, ja. Het is gewoon een, uh, een awesome. Een toppertje, game. ja. Nummer twee: um, World of Warcraft, Dragonflight. Eigenlijk een, ook een beetje vind ik, um, uh, net zoals met CD Project, een, een, een kleine redemption arc, omdat Blizzard natuurlijk ook. Um, en qua bedrijfsvoering uh, uh, in een negatieve manier in het nieuws is geweest uh, de laatste jaren. Uh, ze ook games hebben uitgebracht. Uh, Diablo Mobile, uh, de Oude Warcraft reboot, uh, Overwatch 2, waarvan je ziet van ja is niet allemaal met uh, dezelfde hoge kwaliteitseis als uh, die er altijd is geweest. Ook niet gewoon... zo goed ontvangen. Nee, precies. Um, dat ik het um, heel fijn vind om te zien dat. Um, dat ze het nog steeds kunnen. En dat er ook nog wel echt uh, talent zit... Uh, en mensen die het snappen... die overduidelijk aan Dragonflight hebben meegewerkt. Want met de review was het nog... Van, ja, even een beetje afwachten hoe het allemaal uh, echt uitpakt... Ja. Uh, als je er wat, wat verder in zit. Um, ik speel het sindsdien non-stop. Dit is mijn, mijn main ding. Um, Full-on uh, hiermee bezig. Bijna mijn vierde level 70-character. Um, en het, het is gewoon goed. Ja. Er zit gewoon ziel in... Uh, ze hebben geluisterd naar een heleboel dingen. Um, het, um, ik ben echt uh, aangenaam verrast. Ja. Um, Na Shadowlands, weet je, had dit ook de expansion kunnen zijn, waardoor ik zoiets had. Nou, ik ben er nou wel echt een beetje klaar mee. Ja. Um, omdat ik die bij release ook heel goed vond, maar dat, 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 dat zakte heel snel in voor heel veel mensen. Ja. En uh, nu zit de energie er weer helemaal in. Uh, ook bij de community, je merkt gewoon, ze hebben een heleboel dingen gedaan die echt nieuw zijn, die nodig waren om die wereld weer leven in te blazen. Uh, uh, op een slimme manier zorgen dat er punten ontstaan waar uh, weet je, op organische wijze gewoon um, world pvp is. Um, het is gewoon weer fun. Ja. De classes zijn beter dan ze lange tijd zijn geweest. Ze hebben gewoon echt gekeken van ja, wat, wat, wat maakt het leuk voor mensen? Wat maakt het makkelijker? Daar je, kan je nu al die characters levelen. Uh, het is heel vriendelijk voor, voor om meer personages te spelen. Aan alle, uh, op alle vlakken is het gewoon uh, is het gewoon awesome. Ja, dus eindelijk weer terug een beetje bij de. Ja, voor nu absoluut. Op het Nest. Ja. Uh, nice. Um, ja, nummer één. Ja, de uh, uh, Elden Ring. Ja. We hoeven we niet moeilijk over te doen. Waarom dan? Um, ja, het, het is, ik heb alles destijds gezegd bij de review. En ik, ik, ik ben. Uh, kijk, er zullen nog steeds mensen zijn die. Uh, dit, dit, dit hebben we allemaal lang en breed besproken. Um, weet je, dat, ik, ik heb toen ook gezegd, iedere nieuwe From Software game die trekt mensen aan die het voor het eerst gaan spelen. En die vinden iets wat ze niet kenden en wat ze niet, waarvan ze ook niet wisten dat ze het misten in games. En um, ik ben heel blij dat. Um, toen we, want dat was helemaal aan het begin van het jaar... dat toen ik daar zo um, enthousiast over was... en duidelijk maakte hoe bijzonder zo'n zo game als Elden Ring is... Um, weet je, dat blijkt dat ik niet, um, niet Volgende, gek ben. Ja, precies. <laughs> weet je, er is, het is, er is absoluut uh, natuurlijk... Een, uh, in, in al dat soort dingen is een deel subjectief en een deel objectief... maar ik ben blij dat weet je, het deel wat... Objectief is aan het beoordelen van wat hier goed en slecht aan is. dat dat. Um, ja, dat ik daar. Uh, wel iets op het spoor was. Uh, want het is gewoon in de mainstream media game of the year geworden. Ja. En um, dit doet iets. Um, ja, wat gewoon zoveel. meer waarde en gewicht heeft. dan iets wat de meeste. Uh, grote releases doen. En um, ja, wat ik al zei. Ik ben, ik ben gewoon heel blij dat dit het succes heeft gegeven. Ik hoop. Uh, heeft gekregen wat het, wat het verdient. Ik, ik hoop echt dat. Um, uh, From Software. Um, uh, ja. Het succes aan kan. Ja. Er komt natuurlijk een nieuwe Armored Core game aan. Die, wat geen Soulsborne game gaat worden. Uh, dus dat is interessant. Ze gaan niet Armored Core maken. Zoals ze al hun andere games maken. Het blijft gewoon echt een Armored Core game. Ja. Um, het wordt niet. Uh, een Dark Souls-achtige game met Max. Nee. Uh, wel wat. Uh, ze zeiden wel dat ze wat lering we hebben getrokken, natuurlijk de laatste tuurlijk, tuurlijk, games. Absoluut. Uh, en dat mag ook, weet je, ze hebben hun eigen stijl. Ja. Maar het is wel echt een andere game. Um, er was natuurlijk wel iets dat weet je, mensen zich afvragen wat is er misgegaan. Uh, met Dat er nog niet echt nu inmiddels al een noemswaardige DLC is. Er zijn uh, uh, de drie Coliseums zijn uitgekomen voor uh, uh, arena-gevechten. Wat kleine dingetjes, kleine updates. Maar het was ook logisch geweest dat de grote nieuwe DLC er inmiddels was. Ja. Um, het is genoeg datamined dat we van alles weten wat er aan mogelijkheden uh, ligt. Um, dus ik, ik hoop gewoon dat zij, uh, ja, wat ik zeg, dat ze gewoon het succes aankunnen. En uh, uh, dit niveau weten vast te houden. Is er al een uh, release date voor die DLC? Uh, nee, niet dat ik weet. Nee, precies. Dus dan, uh, nou ja, dan moet je nog even wachten. Ben je, ben je psyched voor 2023? Um, Gaming en life-wise? Ja, and life -wise? ja nee, absoluut. Uh, uh, rond maart is uh, de GTR klaar. Oh, dan al. Dus nice. Dat is een uh, 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 van meer dan een uh, goede acht maanden project. Uh, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, van de zomer uh, uh, lekker naar die vrienden van ons in Portugal. Dat off-the-grid ding daar. Ja, met de GTR Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> gaan we, nog, uh, gaan we de, de GTR even slopen op <laughs> um, nou ja, als, uh, Ik wil de beste mooie tour mee maken hoor. Zet. Ik ga hem niet slopen. Nee, maar maar dat snap uh, <laughs> ik. Um... Maar vorige keer was hij wel stuk, de vorige. Ja, precies. Maar dat was uh, eigen domme vaat ook. Ja. Alleen, yes. uh, alleen de koppeling. Uitputtingslag was dat. Absoluut, ja. Ja, ik denk er nog wel eens aan. <laughs> <laughs> ik ook, ja. Dat, dat doet alles ineens so, weer zo Letterlijk weer. onvergetelijk. Ja. Um, <laughs> Zeker. Um, en ik merkte ook met uh, voor het andere uh, item, de top 3 van 2023, dat ja. ik uh, echt keuzes moest maken. Ik had veel meer, uh, ik had al een top 10 kunnen maken. Er komt echt heel veel aan. Ja. Dus ik, um, uh, nee, ik ben ik, ook qua, qua games, ben ik heel erg psyched voor uh, ja. 2023. Dat wordt een uh, lijpjaar. jaar. Ik, ik, uh, ik denk het wel, ja. Ik denk het ook. Ik hoop uh, dat je dat uh, krijgt in 2023. En thanks. Ik hoop dit. het ook. Ja, blij dat we hem uh, wat later uh, dan gepland maar nog steeds uh, konden doen. Zeker weten. En uh, hierna gaan wij in de, in de realiteit, in onze realiteit, uh, jouw top drie dus inderdaad opnemen. Precies. Dus uh, blijf daar, uh, nou ja, hou de website in de gaten. En dan zie je uh, Steven's top drie van 2023, waar we inmiddels al in zijn, uh, langskomen.